Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Zwarts. Meneer Zwarts, ik heet u welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties, inclusief een aantal incidenten die daar hebben plaatsgevonden. Onze commissie onderzoekt wat er nou precies is gebeurd, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En vandaag heeft onze commissie zich geconcentreerd op Woonbron en in dat kader wordt ook u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft in dat verband ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u even te gaan staan. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede. Neemt u plaats. Ik verzoek u om de microfoon weer aan te laten staan gedurende dit verhoor. En we gaan gewoon meteen beginnen. Ik geef het woord aan mijn collega mevrouw Hashi. Meneer Zwarts, we hebben vandaag al eerder op de dag gesproken met de voormalig bestuurder van Woonbron, de heer Kromwijk, en een oud lid van de Raad van Commissarissen, de heer Thomsen. En we hebben natuurlijk uiteraard stilgestaan bij het project SS Rotterdam. U bent zelf van december 2008 tot januari 2010 extern toezichthouder geweest bij Woonbron. En u bent gevraagd door minister Van der Laan destijds. En dat was vanwege uw bestuurlijke ervaring. U heeft als CEO, topman bij Randstad, ervaring opgedaan. En uiteraard ook als lid van de Raad van Bestuur van ING. De commissie heeft een aantal vragen aan u in uw rol als externe toezichthouder die u heeft gehad. En over uw bevindingen die u daarbij heeft opgedaan. Laat ik beginnen bij het feit dat minister Van der Laan u benaderd heeft voor deze opdracht. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ik ben in december van het jaar, 2008 opgebeld door de toenmalige DG. Dat was Leon van Halder. En die vroeg mij of ik een rol wilde spelen bij het toezichthouden op Woonbron. En dan met name op de boot. Want het ging uitsluitend wat mij betreft over de problemen rond de boot. Daar heb ik over nagedacht, daar was ik aarzelend op. En toen zei hij, maar de minister zou het toch heel erg prijzen als je een keer naar Den Haag kwam en daar met ons over sprak. Want dat is toch een belangrijk probleem. Maar ik bracht in dat ik van volkshuisvestelijke zaken geen verstand had. Dus dat mijn toegevoegde waarde daar niet zat, maar daar ging het ook niet om. Het ging om het grote probleem van de kosten en de beheersbaarheid van die kosten en het hele project en de consequenties voor die coöperatie rond het schip. Ik ben daarna gegaan, de conclusie was uiteindelijk dat ik zei, dan wil ik dat wel doen. En ik ben in januari formeel benoemd, begin januari, en aan de slag gegaan in Rotterdam. U gaf aan, u aarzelde. Kwam dat vanwege het feit dat u dacht dat u de kennis van de volkshuisvesting nodig zou hebben voor die taak? Ja, het was twee. Je loopt ook een zeker reputatierisico, want het schip kwam buitengewoon negatief in de krant. Dus het was zoiets van, ja, god, moet je je daar wel aan verbinden?
Want kijk eens wat er allemaal over geschreven wordt. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n issue. Het is meer als er een probleem is. Je zou het kunnen helpen oplossen. Maar er zit een reputatierisico aan. Ja. Ja, ik gaf ook helder aan dat de opdracht was dat u het financiële ja. probleem moest gaan oplossen. Ja. En met name ging het dan om een plan van aanpak, financiering van het stoomschip en de verkoop van het stoomschip. Ja, kijk, het punt toen ik binnenkwam was de beheersbaarheid van het project. Dat was het eerste punt. Mm-hmm. Ten tweede, de financiering van het project. En die geschieden door de woningbouwcorporatie. En zoals het eruit zag, was de continuïteit van de woningbouwcorporatie werd bedreigd doordat er zoveel geld in het schip ging. Dus er moest, zeg maar even, ik had een tweeledige rol. Ik moest kijken naar het schip en ik moest zorgen voor een financieringsplan van het schip met als uitkomst dat de woningbouwcorporatie niet zou omvallen. Ja. Dat was de opdracht. Helder. En toen werd aangekondigd dat u daar als externe toezichthouder zou komen. Toen heeft de Raad van Bestuur van Woonbron een pro forma bezwaar ingediend. Ja. Hoe moeten we dat zien? Wat zegt dat over het Raad van Bestuur van Woonbron? Hun argument was dat ze eigenlijk het feit dat de minister gebruik maakte van zijn bevoegdheid om een externe toezichthouder te benoemen. Ik geloof dat het de eerste keer was dat een minister van die bevoegdheid gebruik maakte. Zij vonden dat onterecht en insinuatie. Dus zij waren van mening dat de minister ten onrechte van die bevoegdheid gebruik maakte. Vonden dat ten onrechte? Ja, dat vonden ze ten onrechte. En ze hebben toen juridisch advies ingewonnen en hebben toen gezegd, wij maken bezwaar, later is dat pro forma geworden. Mm-hmm. Maar ze maakten daar tegen bezwaar. Maar betekent dat als u zegt ter onrechte, hè, dat vonden zij, dat ze eigenlijk zeiden van nou, dit willen we zelf oplossen. We vinden dat. Hè, ja, ik denk dat dat achterliggende gedachte was. Ja. Okay. En ze vonden het ook een affront dat zij als Woonbron zijnde een externe toezichthouder, dus toch een, hoe je het ook bent of verkeerd, je kan het heel mooi vertellen, een motie van wantrouwen als je dat doet. Ja. Hoe was de sfeer toen u daar binnenliep? Ja, in het begin was het natuurlijk moeizaam, omdat zij aan het overwegen waren, hoe hard gaan we dat nou spelen? Je kan natuurlijk pro forma, maar je kan ook je positie, want in de brief staat, aan het eind van mijn aanstellingsbrief staat, dat je binnen een termijn tegen die beslissing van de minister in beroep kan gaan. En dat waren ze toen aan het overwegen. En ik heb gezegd, ja god, dat is aan jullie, aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van Bestuur, om dat te doen. Het lijkt mij buitengewoon onhandig, want de werkelijkheid is dat je een groot probleem hebt. Dan kan je wel zeggen dat je dat gaat oplossen, maar ik denk dat vertrouwen toch in 2009 toen al redelijk klein was. En dat heeft ertoe geleid dat ze een knoop hebben geteld en gezegd, nou ja, oké, we vinden het eigenlijk niet gepast, maar we zullen meewerken met jou als externe toezichthouder. Oké. En u kwam daar binnen en de rekening was toen al opgelopen tot 200 miljoen? 100. 100 miljoen. Boven de 100. Boven de 100 miljoen? Ja. Ja, inderdaad. Ja. Nou, in ons onderzoek blijkt dat inderdaad in die periode al de rekening ver opgelopen was. Wat is het eerste wat u gedaan heeft toen u daar binnenkwam? Ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Ik heb de omgeving verkend. Ik wilde eigenlijk weten hoe het zo was gekomen in het Rotterdamse. En ik wilde weten of er ook de bereidheid was om mee te denken in oplossingen. Of er enig draagvlak was om tot oplossingen te komen. Dus ik heb met een heleboel mensen gesproken. Het gemeentebestuur, voorzitter de Kamer van Koophandel, mensen die verstand hadden van marketing. Met Hans Smits uit de haven. Enfin, ik heb een hele lijst van mensen genomen om een beeld te vormen. Hoe ligt dat schip nou in de gemeenschap? Hoe wordt er naar gekeken? Ik heb met deskundigen gesproken, de heer Vermeulen, mensen die veel verstand hadden van woningbouwcorporaties. Mm-hmm. Dat was de ene kant. Dat was de externe kant. En intern heb ik geprobeerd een beeld te krijgen. Waar staan we nou? En wat is nou eigenlijk de veronderstelling, de business case die ten grondslag ligt aan het feit dat je nog zo opgewekt door de gang loopt? En welke veronderstellingen heb je nou gekozen dat je zegt, nou ja, 100 miljoen, het kan ook iets meer worden. En toch komt het goed.
Ja, laten we dat laatste punt oppakken. Hè? Want ja. Dat heeft te maken met hoe heeft het zo kunnen, ja. Zover kunnen komen. Ja, wat is het antwoord op die vraag? Dan moeten we even terug, denk ik, naar het begin. Mag ik u even onderbreken? Ja. Ik hoor bijgeluiden. Is het voor die meneer van DVR, gaat het allemaal goed? Ja, want ik hoor wat ruis in die microfoon, maar dat is misschien dat meneer Zwart er vrij dicht op zit. Ik weet niet of dat... Oké. Okay. Gaat u verder. Oké. Okay. Kijk, toen het schip werd aangekocht, toen was er een begroting gemaakt. We kopen het voor X, voor een paar miljoen, en dan gaan we investeren. En die investering werd toen geschat op 25 miljoen. Er waren twee partners... Womron, aandeelhouder en een andere club als aandeelhouder. Dat ging van de veronderstelling uit dat er een aantal ruimtes van dat schip benut zouden worden en zouden, nou laat ik maar even zeggen, gerenoveerd, of welk woord je ook zou willen gebruiken. Hè? En wat daar dwars doorheen speelde was de asbestdiscussie. Iedereen weet die uit die wereld komt dat een schip van die omvang uit de jaren 50, net als met, denk ik, andere dingen, dat er asbest is gebruikt. Nou is er een groot verschil tussen wil je het schip asbest vrijmaken of asbest veilig. Nou, de opzet was, we investeren, we maken een aantal ruimtes geschikt voor het publiek, we maken het asbest veilig, wat voldoende mee in de definitie van de Nederlandse staat. En dat kost 25 miljoen. Dat zou aan Woonbron dus de helft hebben gekost, 12,5. Zo is men van start gegaan. Maar er zijn twee dingen gebeurd. Men is steeds de scope gaan verbreden. Dus eerst was het zoveel ruimtes. Het is geëindigd met alle ruimtes. Het is begonnen met asbest veilig. Mm-hmm. En het is geëindigd met asbest vrij. Ja. En iedere keer... Als die scope verbreedde, was er ook een business case om dat te rechtvaardigen. Dus het is een, als je dat grafisch zou tekenen, zeg ik tegen u, het kost 25 miljoen en dat kan heel goed uit. Het kost 50 miljoen, dat kan ook heel goed uit. En het kost 100 miljoen en dat kan ook heel goed uit. Dus u zegt eigenlijk, als het gaat om het project zelf... Het kostenplaatje ging maar omhoog, door tegenslagen, renovatie, asbest, wat dan ook. Ja. En tegelijkertijd zag je parallel aan dat het verhaal, dat het onderbouwt, ook steeds daarop aangepast werd. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, en dan krijg je dus de wat, ja, laat ik zeggen, als je daar toch kritisch naar kijkt, de merkwaardige situatie. Ik zeg, het kost niet 75, maar 100, maar maak je geen zorgen. Ook bij die 100 is het nog een fantastische business case. Ja, wat zegt dat nu? Want u heeft ervaring in het bedrijfsleven. Is dat aannemelijk? Laat ik zeggen, je zou kunnen zeggen, je hebt hier te maken met een charismatische, gedreven voorzitter van directie, die een beeld heeft van, dit is een icoon voor Rotterdam, dit is belangrijk voor Katendrecht. En daar aan dat beeld toch iets koppelt van, nou ja, eerst zoveel bezoekers die zoveel besteden. Maar als we nou die zaal er ook nog bij betrekken en dat doen, dan krijgen we plotseling zoveel bezoekers en die besteden zoveel. Ik kan het nog plaatsen in de wijze waarop hij in elkaar zit. Maar ik kan het niet zo goed plaatsen als ik mezelf zou verplaatsen in de rol van toezichthouder die op een afstand naar zoiets kijkt. Ja, daar komen we zo op, de toezichthouder. Ja. Laten we heel even bij de directeur beginnen. Ja. Als ik u zo beluister, zegt u eigenlijk... Een gedreven, charismatische bestuurder die eigenlijk koste wat het kost dit project wilde laten slagen. Ja, omdat hij ook vanaf het begin eigenlijk voelde dat zowel de Rijksoverheid als de lokale overheid het plan van harte steunde. Dus hij voelde zich gesteund daarin? Hij voelde zich gesteund en daar had hij ook wel aanleiding voor. Rotterdam vond het prachtig dat het schip terugkwam. Mm-hmm. Die stond met allerlei vlaggetjes. Langs de lijn. En de minister bracht dit ook als een voorbeeld van hoe je een moeilijke wijk zou kunnen ontwikkelen. Maar de steun was er, dat is helder.
Maar uiteindelijk, dat kostenplaatje en het verhaal daarbij wat steeds aangepast werd, dat kwam vanuit het bestuur, vanuit de directeur van Woonbron. Ja. Ik denk dat is natuurlijk de koe in zijn kont kijken, maar men heeft echt onderschat de complexiteit en wat het vraagt om van een schip van 1950 een bezoekers aantrekkelijk ding te maken anno 2010. Als ik u alleen vertel wat het kostte om een vergunning te krijgen in 2010, of 2009 moet ik eigenlijk zeggen, van de brandweer. Dat tart iedere beschrijving. Ik begrijp wel wat de brandweer wil, maar die zegt, luister, er zijn zoveel kamers aan boord, er kunnen zoveel duizenden mensen zijn, er kan een feest zijn, en die moeten allemaal toch snel van het schip af. Het zijn 6 verdiepingen. Als wij in de auto zitten, moeten we op het beeldscherm kunnen zien op welke verdieping het is. We moeten niet gaan zoeken, et cetera, et cetera. Dat spreek je makkelijk uit. Maar om dat schip in orde te brengen, dat is zelfs voor Siemens high-tech gebleken. Ja. En zo was het met alles. Het asbest vrijmaken, dat is ook een woord wat je makkelijk uitspreekt. Maar dat zijn hele complexe, dure, ingewikkelde zaken. En ik denk dat men dat vanaf het begin schromelijk heeft onderschat. En met men bedoelt u? In eerste instantie die directie. Als ik u zo beluister, poppen er 2 woorden bij mij op. Goed bedoeld, amateurisme. Ik denk dat u daarmee prima samenvat. Okay. Ja, ik kijk mijn collega aan. Ja. Nou, nog heel even op het laatste terugkomen. We hebben net met meneer Thomsen gesproken. Die zei ook dat Krombeijk een enorme drive had en ambitie. Ook een groot netwerk had. En ook politieke vrienden in Den Haag. En mijn vraag aan u is, maakte hij daar gebruik van bij die SS Rotterdam? Kunt u dat beoordelen? Ik denk dat hij er in zoverre gebruik van maakte. Het heeft hem... gestimuleerd om veel risico's te nemen. Ja. Ik denk als er wat andere signalen waren gekomen op een bepaald moment, dat hij misschien eerder zijn knoop had geteld. En die scope. En ik denk ook, maar dat is door zijn optreden en ook het feit dat hij toch op zijn minst de indruk wekte dat hij politiek gedekt werd, had hij natuurlijk ook zowel binnen als buiten een sterke positie. Ja. Want hij had natuurlijk het idee, oh, vol ben ik met de goede dingen bezig. Ja, het wordt nu iets duurder. Oké. Dus dat heeft in die zin, laat ik zeggen, zijn kritisch vermogen niet gestimuleerd. Nee. Ja, ik herken wel wat u zegt, want ook die lofuitingen, van, met name van het ministerie, maar ook van de gemeente Rotterdam, dat ze er zo blij mee waren. Dat heeft hem natuurlijk gestimuleerd. Andere kant van het verhaal is, wat bijvoorbeeld opvalt, is als je zo'n nevenactiviteit gaat exploiteren, dan moet je dat melden aan het ministerie. Sterker nog, je moet toestemming krijgen. En in dit geval hebben wij begrepen dat de heer Krombeijk gebeld heeft met de DG. Die heeft weer met de minister gesproken en daarna is gewoon telefonisch is dat afgeregeld. Ja. Is dat de normale gang van zaken? Dat laatste weet ik niet. Je zou kunnen zeggen, je had er wel een briefje aan kunnen wijden, zeg ik nou maar heel voorzichtig. Ja, dat lijkt mij ook wel. Maar goed, kennelijk is dat niet zo gebeurd. Nou, verbaast me dat in die zin niet. Want het is wel een bedrijfstak met een aparte cultuur. Ja. En het is heel erg, ons kent ons. Ja. Iedereen heeft wel ergens gezeten. Degene die daar zit, heeft op het ministerie gezeten. En het ministerie heeft daar gezeten. Maar dan moest ik in het begin enorm aan wennen dat met elkaar niet alleen kende, maar ook een soort rotonde maakte in de banen. En dus mensen liepen ook heel lang mee. Dus ik kan, dan is het nog voorstelbaar dat je belt en zegt, nou luister eens, het is goed. Ik denk ook dat men in het begin ook gedacht heeft,
om zoveel geld gaat het ook niet. Nee. Waar hebben we het hier over? We konden het voor een paar miljoen krijgen. Ja. En nou ja, een investering van 12 miljoen om van Katendrecht een prachtwijk te maken, kan ik me nog voorstellen dat iemand zegt, nou, doe maar. Doe maar. Ja. Achteraf is dat achteraf. Misschien niet verstandig, maar ik bedoel, op dat moment, nou ja, zou je het nog kunnen verdedigen als je elkaar goed kent. En ze kennen elkaar goed. Ja. Want Martin was een vooraanstaande man in de sector. Ja. Met een uitstekende reputatie als volkshuisvester. Woonrond stond gewoon, dat heb ik op mijn rondje ook gemerkt, zowel bij de gemeente als elders, als een vooruitstrevende, goede woningbouwcorporatie aangeschreven. En de zorg was natuurlijk dat door dat schip dat stuk kopje onder zou gaan. Dat leeft heel sterk bij de gemeente. Ja. Vanochtend spraken we ook met Kromwijk over de momenten om er eventueel mee te stoppen. De go or no go momenten die hij heeft gehad. Ook samen met de Raad van Commissarissen. Wat zijn nou volgens u de momenten geweest om de stekker eruit te trekken? Als u daar een paar jaar eerder was begonnen. Nou, ik denk dat er een paar momenten zijn. Het eerste moment is dat je beter had moeten nadenken bij de aankoop. Ik denk dat dat een moment was geweest. Om toch eens wat andere type mensen naar het project te laten kijken. Ja. Dan had je in ieder geval het asbestprobleem anders in kaart gebracht. En toch ook een wat helderder beeld wat het kost om zo'n schip weer up to standard te maken. Dat is het eerste moment. Het tweede moment is ontegenzeggelijk geweest. Het feit dat de afspraak dat er een partner zou worden gevonden geschonden werd. Het was steeds het idee om het samen met een ander te doen die kennis zou inbrengen, maar ook geld. Zodat je het risico samen zou kunnen delen. Eurobalance. Ja, weet je, ja. Die zijn toen afgehaakt. Ja. Dan vind ik, dan moet je toch heel goed afvragen waarom en wil je een dusdanig project alleen gaan trekken. Als woningbouwcorporatie die nog nooit bezig geweest met dit soort dingen. Entertainment, renovatie van schepen. Je kan zo gek niet bedenken wat je er allemaal aan te pas komt. Dat is het tweede moment. Dan zijn er een aantal keren geweest dat die 25 miljoen is overschreden. Dat is telkens ook door Martin, voor zover ik kon nagaan in de stukken, gemeld aan zijn raad van toezicht. Daarbij kwam dan dat was, wat ik dan maar even noem, voor de scope te verbreden. Ja. Maar goed, zo hobbelde je steeds. En daar kwam dus dat het verhaal bij. Ja, de business case is veel mooier dan we dachten. Komt goed. Ja. Dat vind ik, daar had je best wat kritischer kunnen zijn. Er waren overschrijdingen van die dag, nou gaat het toch wel heel hard. Ja. En een moment was ongetwijfeld het rapport van Deloitte. Ja. Waar dus bijvoorbeeld de vernietigde conclusie in stond dat het project, ondanks alle inspanningen, niet onder controle was. Niet in controle. Nee. Dat de administratieve en financiële rapportage onvoldoende was. Dat de competentie van de mensen die daar zaten onvoldoende was. Dat zijn zinnen waarvan ik denk, ja, je vraagt om zijn rapport, dat vind ik te waarderen. Ja. Maar als het dan komt, ja, dan zou je toch je knopen moeten tellen. Ja. En wat ook door Deloitte nadrukkelijk werd bepaald, is dat er ook momenten waren dat je financieel het had kunnen doen. Want er waren momenten dat we wel wisten dat er nog geld moest worden betaald, maar het was nog niet betaald. Nee. Dus als je nu kijkt naar het eind, had je bij 40 miljoen misschien moeten zeggen... Stoppen. Stoppen. Ja. Stoppen. Nu hebben we van 25 zijn we naar 40 gegaan. Er is nog geen zicht op dat het daarmee X, Y en Z. Laten we stoppen. Maar er is dan toch ook een raad van commissarissen? Zitten die dan te suffen of... Het is uw taxatie? Ja. Je komt hier nu op een moeilijk... Ik vind het moeilijk. Kijk, Martin is een gedreven, charismatische,
man met een gepassioneerd verhaal. Hij weet wat hij wil. En ik denk dat de raad, of de raad van toezicht, de raad van commissarissen, onvoldoende tegenspel geboden heeft. Te veel uitgegaan is van vertrouwen, wat op zich goed is. Maar als het vaak is dat zo'n project maar loopt en maar loopt en maar duurder wordt en duurder wordt, zou je toch kritischer moeten zijn? Zou je meer bovenop die bal moeten gaan zitten? Naar mijn idee. En dat is toch eigenlijk, als je er eerlijk naar kijkt, in onvoldoende mate gebeurd. Ja. Speelt dan nog een rol dat de wethouder zegt, of meerdere wethouders in Rotterdam, fantastisch. En dat de minister van Volkshuisvesting zegt, geweldig. Zeker. Kan zo'n raad van commissarissen dan nog een kant op? Ja, het formele antwoord is natuurlijk, je hebt de eigen verantwoordelijkheid. Ja. Maar het is moeilijker. Het is absoluut moeilijker. Het is absoluut moeilijker. Maar aan de andere kant, hè, ook als je naar andere voorbeelden kijkt, juist dan gaat het erom, heb je een recht terug en ben je kritisch. Ja. Nou, dan zou het nog zo kunnen zijn dat er een, laten we zeggen, dat je daarover een conflict krijgt. Dat partijen, dat de een zegt we stoppen ermee en de ander zegt en dit en dat. Maar ook dat zie je niet in die noodhulen terug. Nee. En het is ook niet gebeurd. Er is niet een harde confrontatie geweest tussen Martin en de Raad van Commissarissen. Nee. Aan het eind van de vergadering, als je het leest, maar ook als ik het zelf probeer in te schatten uit hun verhalen, is eigenlijk stilzwijgend met Martin meegegaan. Even nog naar het rapport van Deloitte. Hè? Dat was heel kritisch. Nou, de Raad van Commissarissen heeft niet heel standvastig gereageerd. Maar is er wel wat met de aandachtspunten gedaan? Is men wel een andere kant op gegaan? Of... Het meeste, eigenlijk het belangrijkste wat men gedaan heeft, is dat men gezegd heeft, in de Raad van Bestuur was Martin de trekker van het project. En er is gezegd, Martin, jij bent niet meer de trekker. Johan Overvest wordt nu, met ingang van morgen, de trekker. Ja. Toen is Johan ook naar Duitsland gegaan om daar ter plekke te kijken of, nou ja, Imtech zijn werk deed. Ja. Maar er is... Het project als zodanig, je kan niet zeggen, men heeft, ik zeg maar iets, hè, een hele zware projectleider aangetrokken uit die sector. Ja, iemand die daar verstand van had. Iemand die er verstand van heeft. Je zei, nou luister eens, ga nou weg allemaal. Ja. Hou nou op, we zetten er iemand neer met een grote kennis van dit soort zaken. Ja. Want Overvest was vooral een financiële man. Ja. Ja, stevige man. En die ook veel tijd en energie ingestopt heeft. Maar het is heel iets anders dan als je een complex project moet leiden, ja, met de Imtech van deze wereld en de onderaannemers en, ja, en weet ik wat allemaal. Goed, maar die knip wordt aangebracht. Overvest wordt de man van het project, zou ik maar zeggen. Maar Kromwijk blijft bestuursvoorzitter en die heeft ook gezegd, ja, ik teken er gewoon nog stukken, huurcontracten en dat soort dingen. Zo is het ook. Is dat dan normaal? Nee. Nee. Maar daar moet ik wel een kanttekening mee maken. U net werd ook nog gevraagd, wat viel je op toen je aantrad? Ja. Het viel me op dat de Raad van Bestuur als eilandjes functioneerde. Ja. En toen ik kwam, heb ik gezegd, ik wil met alle drie, wekelijks, met alle drie, de heren, het waren drie heren, overleg hadden. Ja. En dat was eigenlijk al nieuw en dat bracht al de nodige dynamiek erin. Want langzaam maar zeker begon je te proeven dat er een paar helemaal niet aangesloten waren. Er werd getekend en gedaan en er werd geïnvesteerd, maar één van de drie wist al sowieso van niks. En later Johan trok dan pootje bij, omdat hij dan de trekker werd. Ja. Dus als je kijkt ook hoe ze zo'n groot, complex project als raad van bestuur hebben gepakt, dan kun je daar een vraagteken bij zetten. En dat heb ik ook tegen Martin gezegd. Ik vind dat jij als voorzitter ook de verantwoordelijkheid hebt dat je met z'n drieën, zeker als het om zoveel geld gaat, waarbij het moederbedrijf ter discussie komt, dat je met z'n drieën die verantwoordelijkheid pakt. En dat het niet een one-man show was, maar ja. Het was praten tegen dovenmans oren. He? Dat was praten tegen dovenmans oren. Later is dat wel bijgetrokken, maar ja, toen was het leed natuurlijk al vrij groot. Ja. Ja.
Ik wil even de dynamiek, de interactie voorhouden tussen zeg maar wat Kromwijk hier heeft verteld en Thompson. Kromwijk die heeft uitgelegd dat hij zei, ja, het werd allemaal wel duurder, maar goed, de opbrengsten gingen ook omhoog. En uiteindelijk was het verstandiger om door te gaan, want als we zouden stoppen, dan ja, had het hoop geld gekost. Nou ja, we weten hoe het is afgelopen. Thompson daarentegen, die zei, ja, wij hebben ook wel met die Raad van Commissarissen erover gehad of we Kromwijk nou weg zouden doen. Vaak ook omdat Kromwijk zei, anders ga ik, als jullie niet doen wat ik zeg, dan ga ik weg. En daarvan heeft de Raad van Commissarissen gezegd, ja, we zijn toch eigenlijk wel heel blij met Kromwijk, want hij doet wel hele goede dingen. Dus het is slechter om hem te ontslaan. En de consequentie is dus dat deze boot maar doorging. Ja. Wanneer was een goed moment geweest? Ja, dat is het natuurlijk nooit, maar wanneer was een goed moment geweest om hem te ontslaan? Ja, ik heb die momenten genoemd, maar ik vind het Deloitte-rapport. Daarvan zeg ik, als je zodanig een rapport krijgt, waarbij een project wat zoveel geld kost en wat je zelf, wat je eigen verantwoordelijkheid is, ja, waar je ook de trekker van was, ja, en je krijgt dan zo'n rapportcijfer, dan vind ik eigenlijk, zijn er twee mogelijkheden. Of de raad van bestuur zegt, luister eens, ik stel mijn portefeuille beschikbaar, ik heb gefaald. Ja. Of de raad van commissaris zegt, luister, het is mooi geweest, maar dit kan zo niet. Nee. En beide zijn eigenlijk niet gebeurd. En ik denk dat, om uw vraag te concreet te beantwoorden, het vraagt ook moed om iemand als Martin de wacht aan te zeggen. Dan moet zo'n raad eensgezind zijn en ook het lef hebben. Wetende dat wellicht vanuit de politiek nog vragen komen van, ja, kan dat wel? Ja. Weet u dat, of misschien weet u het niet, maar heeft Kromwijk een gesprek gehad met Van der Laan, waarin Van der Laan heeft gezegd, je moet blijven, want je hebt geen verstand van boten, maar wel van volkshuisvesting en ik wil graag dat je blijft. Staat u dat bij? Nee, maar wel dat hem te verstaan is gegeven vanuit Den Haag, en dat was de minister, en ook de ambtenaar, de hoofdambtenaar van, luister eens Martin, je hebt vertrouwen verspeeld, je moet wel stiekem je best doen om de vertrouwen terug te winnen. Ja. Maar die eerste zin, zoals u zegt, dat herken ik niet. Niet. Oké. Okay. Nou, even, want u snijdt ook dat punt aan. Er is een motie geweest in de Kamer, hè, dat de Kamer eigenlijk vond dat de Raad van Commissarissen Kromwijk had moeten ontslaan. Dat ze dat niet hebben gedaan. En dat dat de reden was voor de Kamer om een minister te verzoeken om de Raad van Commissarissen weg te sturen. Dat was ook de enige mogelijkheid en volgens de minister niet. Maar het is wel gebeurd. Ze zijn opgestapt. Hadden ze eigenlijk wel een... hadden ze nog een andere keus? Ja, formeel hadden ze natuurlijk kunnen blijven zitten. Ja, weet je, in governance termen is het natuurlijk zo, de minister kan kan wel iets zeggen, maar hij kan de Raad van Commissaris niet ontslaan. Nee. Hij kan ook de Raad van Bestuur niet ontslaan. Dus het is zo dat dat initiatief had moeten uitgaan van de Raad van Toezicht. Ja. Nou, die het overwogen heeft, maar niet gedaan heeft. Nee. Het gesprek tussen de Raad van Commissarissen en de minister, waar ik bij was, dat begon ook vragenderwijs. Ja. Vindt u dat u het goed gedaan heeft, of woorden van gelijke strekking? Mm-hmm. Want de minister had geen formele positie, nee, om te zeggen, dus die zei van, luister eens, hè, die Kamermotie en bla bla bla. Ja. En als je nou kijkt en het vertrouwen verspeelt, allemaal de bekende zinnen. Ja. Maar hij kon niet zeggen, luister eens, gaat u heen? Nee. Echter, in dat gesprek maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen, ja, denk ik, een onhandige fout, waardoor er een spanningsveld ontstaat tussen hem en de minister, even los van die motie, en dit en dat. En dan is er eigenlijk zo'n ontknoping van, ja, vertrouwen verspeeld, wordt niks, wij treden af. Kunt u dat ook benoemen of is dat erg lastig, die fout? Ja. Die fout ging als volgt. Het ging in het begin dus over de inhoud, hè? Van de overschrijdingen en ja, dit en dat. Enfin, en het vertrouwen en weet ik wat allemaal, de bekende zinnen om een beetje op gang te komen. Daar werd ook inhoudelijk over gesproken. En toen zei de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zei op een gegeven moment, luister eens,
ik begrijp dit allemaal, meneer Van Laan. En ik heb ook alle begrip waarom dit doet. Het gaat natuurlijk helemaal niet om ons, het gaat ook niet om dat schip. Maar het gaat om dat u politiek haagje of dat soort dingen, hè, voor de bühne. Ja, ja. En dit en dat en zus en zo. Ja, en ja, ik denk, ja, God is dan Van Laan was niet bewapend. Maar ik denk dat als hij bewapend was geweest, dat er wel iets in het plafond had gezeten. Ja. Want hij was werkelijk, hij werd pisling. Want het ging eigenlijk over, we hebben hier een goede woningbouwcorporatie, ja, die doet een avontuur. Ja. Het loopt gierend uit de klauwen. Pak je verantwoordelijkheid. Pak je verantwoordelijkheid. CQ, zeg me wat we moeten doen om dat goed te krijgen. Ja. En help Hans, zoals hij dat dan ook zei. Ja. En, en toen was het eigenlijk, ja, na de schorsing was duidelijk dat er maar één weg was voor die raad. Te zeggen, luister, wij stoppen ermee. Goed, de raad is weg. U zit in dat kantoor in Rotterdam. Ja. Samen met Kromwijk. Ja. Wat vond u ervan? Hij bleef? Ja. Terwijl eigenlijk de achterliggende ratio van die motie was van wegwezen met die bestuurder. Ja. Ja. Ik kan het me... dit is altijd in het leven. Je kan je dus van alles voorstellen. Het was in ieder geval opvallend, laat ik zo zeggen, dat Martin kwam er eigenlijk heel goed af. Terwijl hij toch ook een zware verantwoordelijkheid. Je kunt zeggen, ja, de een had beter toezicht moeten houden. Dat kan je wel zeggen. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, er is iemand die initiatief neemt. Ja. Die de eindverantwoordelijkheid draagt. Je kan niet, die raad van commissarissen, de eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering. Dat ligt nou eenmaal bij de bestuurder. Ja. Dat is in iedere normale onderneming. En je kan er naar kijken, je kan er wat van vinden, je kan hem uiteindelijk wegsturen. Maar jij bent niet degene die acteert. Hij is degene die acteert. Ja. Dus daar kan je wel een vraagteken bij zetten, ja. Ja. En in het kader van het aanblijven, speelde die, het is een beetje dezelfde vraag als eerder, maar speelden die contacten in Den Haag nou nog een rol? Ja, dat weet ik niet. Ik vraag het ook, omdat Kromwijk net zelf zegt, nou ja, ik heb Van der Laan heel lang aan de telefoon gehad. En die heeft gezegd van, blijf nou. Ik heb met Van der Laan eigenlijk nauwelijks... Ik heb hem twee keer gesproken in mijn periode, bij het begin... Met de raad van commissaris die avond en that's it. En voor de rest leverde ik mijn huiswerk in. Ik weet het goed. Ik kan uw vraag niet goed beantwoorden. Kijk, toen de raad van commissarissen vertrok, zijn er interviews geweest met mensen uit de volkshuisvesting. En die hebben zich toen uitgesproken over het aanblijven van Martin. En ik ben ook gevraagd. Ik heb gezegd, luister, ik kom helemaal niet voor de radio. Ik heb er ook helemaal geen mening over. Daar ben ik niet van. En ik ben toezichthouder voor de minister. En het ligt of bij de minister of bij iemand anders, maar niet bij mij. Dus ik heb daar nooit de publiciteit gezocht. Sterker nog, volkomen afgehouden. Maar toen kwam dus de discussie op gang van derden. Die zeiden voor de televisie, van ja, luister, eigenlijk te gek voor woorden, dat Martin is gebleven. En het hele proces heeft verdiend niet de schoonheidsprijs. Dat er iemand moest hangen, nou ja, dat kan ik me wel iets voorstellen. Maar dat het, nou ja, je kan kiezen, je kan zeggen de raad van commissarissen onvoldoende toezicht houden. En je kunt zeggen, er is een meneer die daar verantwoordelijk is, die heeft een project uit de hand laten lopen en daarbij de boerenmaatschappij aan het wankelen gebracht. Voor beide is wat te zeggen. Of allemaal weg, kan ook. Had ook gekund, zeker. Zeker, zeker. Goed, ik kijk even naar mijn collega, die gaat verder, denk ik. Ja, meneer Swartz, u heeft net al het een en ander gezegd over de Raad van Bestuur. Dus naast de heer Kromwijk de andere twee leden, de heer Over de Vest en de heer Howard. Allereerst nog even de heer Kromwijk, want u zei net op antwoord op collega Oskam dat het nogal wat moed vergt om iemand als Martin Kromwijk een halt toe te roepen. Hoe kan dat? Of waar komt dat door? Omdat het was Martin zijn ding. Het was echt van hem. Hij liep ermee rond, het was echt van hem. Als je dat ter discussie stelt, heb je eigenlijk een conflict met Martin. Je moet dus als raad van commissarissen durven dat conflict aan te gaan.
En je moet dus zeggen, luister eens, zeg tot hier en niet verder. Of we investeren niet langer in het schip, we nemen het verlies van 85 miljoen. We gaan naar de minister en we gaan uitleggen dat het onbepaald is wat er nog gaat komen. Dat het vreselijk stom is geweest. 85 miljoen gekost, stoppen ermee. Dan had Martien ongetwijfeld het conflict gezocht met die Raad van Toezicht. Want hij had gezegd, je moest kijken naar de business case, en je moet hier naar kijken en daar naar kijken en dat. En dat is uw verantwoordelijkheid niet en blablabla. Bla bla. Je had een conflict gehad tussen bestuurder en Raad van Commissarissen. Dat moet je aandurven. Ja. Want dat gaat dan hart tegen hart. Martien had alles uit, wat ik begrijp, alles uit de kast getrokken om te blijven. En de Raad van Commissarissen had dus, met juristen en alles, je kunt je allemaal voorstellen, bekende werk, had moeten aantonen dat hij terecht ontslagen zou zijn. Nou, dan heb je een conflict. Dat moet de Raad van Commissarissen eerst eensgezind willen en volgens zeggen, we durven dat ook, dat conflict aan te gaan. Ook al zou dat betekenen dat we tijdelijk een interim manager op woonbureau moeten zetten of God mag weten wat. Dat hebben ze dus niet aangedurfd. Ik denk dat ze dat... Dat het anders heel hard tegen hard zou gaan. Ja, want ze hebben het er denk ik ook nog wel over gehad met elkaar. Maar ze hebben het nooit zo met Martien. Het eind van de dag was toch altijd, we gaan door. Hoe verliep de samenwerking tussen u en de heer Kromwijk? Goed. Ja. Ja, we zijn verschillende naturen. Maar, Ik heb wel gezegd, het enige wat ik wel eens tegen Martien gezegd heb, ik denk dat als ik je baas was geweest, wat ik niet was, maar stel dat ik zijn baas was geweest in een vorig leven of zo, dat we nog wel een paar conflicten hadden gehad. En kunt u dat toelichten? Waarom? Hij is dus een man die wat in zijn hoofd heeft, dat moet. En dan kun je niet met een goed gesprek bij hem er zomaar uitpraten. Dat vraagt enige energie. Dat vraagt enige energie. En aan de andere kant, je zou ook kunnen zeggen, Martien is hierdoor ook beschadigd. Als dat gesprek tussen hem en bijvoorbeeld die voorzitter van de Raad van Commissaris eerder en harder en anders was gevoerd, had het voor Martien misschien heel goed geweest. Als hij tegenwicht had gehad. Ja. Ik denk dat een type als Martien, maar dat is bijna altijd iemand die charismatisch is, die het drive heeft en dat, die verdient een baas met overwicht. Anders gaat hij op de loop. En vaak struikelt hij. Zijn er tal van voorbeelden waar je zo kunt opnoemen waar dan toch zonnekoning gedrag ontstaat. En dan, dan komt die bananenschil en dan is het tot schade eigenlijk van het bedrijf. Dus dat tegenwicht moet je ook goed organiseren. Ja, dat denk ik. Voor dat soort bestuurders. Ja, dat denk ik. Ja. Dat denk ik. Er was in die zin sprake van georganiseerd tegenwicht. Want in 2003 is er ook besloten om voor die driehoofdige bestuurders te kiezen. Ja. Heel even nog over de twee andere heren in het bestuur. U gaf net al een korte schets van de heer Johan Overdevest, financieel deskundig. Maar uiteindelijk als het ging om het project had hij niet de vaardigheden of in ieder geval niet de bagage om dat goed te kunnen leiden. Ja. En de heer Howard, daar heeft hij niet zoveel over gezegd. Ja. Als je daarnaar keek in 2009 en je zag de overweging van 2003, moet je zeggen, daar is niet veel van terechtgekomen. Het was geen club die kritisch met elkaar over de dingen sprak. Het schip was van Martien, de cijfers waren voor Johan en volkshuisvestelijke dingen met bewoners en dingen was voor Jan Howard. En die deden alle drie hun ding. Dat waren de eilandjes waar u het eerder over Precies. had. En ik denk als je toen aan Jan had gevraagd hoe staat het met het schip, had hij het niet geweten. Nee. U gebruikte eerder al de woorden one man show, was dat project SS Rotterdam. En ik vind, dat is wat ik net al zei, als je van mening bent dat het goed is dat er tegenkrachten georganiseerd worden in die raad van bestuur, dan moet je er ook op toezien dat die raad van bestuur al zodanig functioneert. Ja. Bijvoorbeeld door te vragen, hoeveel uur zitten jullie op maandagochtend bij elkaar? Kunnen we nou eens de notulen zien van die vergadering? Wat bespreken jullie bij elkaar? Maar dat gebeurde dus of eens een keer bij Jan Howard binnenlopen en zeggen, Jan, wat vind jij nou van het schip?
Vind jij dat nou een goede zaak? Ja, als je dat allemaal niet doet, dat zijn die dingen die nou meteen geschreven staan, maar die wel handig zijn als je iets wil. Ja, helder. Helder. U gaf in het begin aan dat u verschillende partijen heeft gesproken toen u net binnenkwam als externe toezichthouder. Waaronder de gemeente, maar ook natuurlijk denk ik het Albeda College. Die natuurlijk ook in de beginfase betrokken was. De jaarbeurs en weet ik wel. U noemde een hele rij. Aan al die partijen stonden achter het project de SS Rotterdam. In ieder geval in eerste instantie. Ja, ik moet wel zeggen, met die kanttekening, dat er toen ik bij het gemeentebestuur kwam, dat was de eerste directeur, ik geloof dat directeur woningbouw zo heet, maar goed, dat doet er niet toe, die dan de volkshuisvesting in de portefeuille had. En later bij de wethouder, en er was nog een tweede wethouder, en we hebben toen, Abu Talib kwam er ook bij, daar hebben we met z'n vier aan tafel gezeten. Er ontstond grote zorg bij het gemeentebestuur dat door al dat geld dat naar het schip ging, Woonbron niet meer kon voldoen aan de afspraken die ze gemaakt hadden op volkshuizengebied met de stad Rotterdam. Nog los van het feit dat als de woningbouwcorporatie omvallen, dat de gemeente in een soort achtervangsituatie komen. Ze waren oprecht bezorgd dat van alle ambitieuze plannen die er waren in Rotterdam, om dat samen met Woonbron te doen, dat die zouden stoppen, omdat Woonbron niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Aan de andere kant waren ze wel van mening dat het voor de stad Rotterdam een goede zaak was als het schip daar zou komen. Ook vanuit de veronderstelling, we hebben af en toe toch bij grote evenementen in de Ahoy of in het Feyenoordstadion, hebben we tekort aan hotelcapaciteit. En we hebben eigenlijk ook wel nodig mooie, spannende congreslocatie. Dus in die zin, maar toen ik zei van wil je dan iets afnemen, kun je me dan niet helpen door te zeggen, luister, ik teken voor X, dan kunnen we die exploitatie een beetje hard maken. Toen zei dat gaan we niet doen. Ja. Dus iedereen had wel zo zijn positieve dingen, maar als ik aan het eind van de rit zei, zou je er nou niet iets ook in willen doen? Zou je niet een ruimte willen huren? Of zou je niet de gemeente Rotterdamzaal willen noemen voor een ton per jaar of zo? Dan zei hij, dat gaan we even niet doen. Maar waarom was dat niet? Er was twee dingen. Ja. Het schip was besmet geworden. Imago-schade. In de pers. Met het schip moest je eigenlijk niks mee te maken hebben. En het tweede, er was de vraag, komt het ooit klaar? Daar wilde niemand zijn vingers aan branden. Ja, dus wat ook een goede vraag was, hoor, die laatste vraag. Ja. Komt het ooit klaar? Daar komen we zo meteen op. Ja. Het moment dat het schip klaar is. Maar feit blijft, sympathie was er, maar niemand die de portemonnee wilde trekken. En Woonbron bleef de enige investeerder in het project. En ik denk ook dat bij het begin was er heel veel support voor het feit dat Woonbron dat schip aankocht. Maar ook daar speelde weer, hoe zijn ze partijen die dat dachten bij Woonbron gekomen? Omdat Woonbron de enige was van die partijen met een flinke portemonnee. Die was toen well to do. Ja. En daar lag zoiets van, als je die 12 miljoen nou stopt in links of in rechts, neem dan dat schip en ga dan met het Albeda College een werkgelegenheidsproject en Katendrecht en de wijk en Rotterdam. Enfin, hè, dat was het idee. En Martin was de enige met een portemonnee. Ja. Naast dat ze een grote portemonnee hadden als Woonbron zijnde, trok Woonbron ook commerciële risico's naar zich toe. Dat kun je wel zeggen, ja. Waarom deden ze dat? Ik zal een voorbeeld noemen. Hè. Bijvoorbeeld het huurcontract met Hoscom, hotel-exploitant. Dat Woonbron voor kiest om dan garant te staan voor een jaar lang huur. Ja. Dat zijn allemaal commerciële risico's die je als corporatie ook nog eens op je hals haalt. Ja. En hoe kijkt u daar tegenaan? Ik heb dus de business case, toen ik binnenkwam, heb ik naar die business case gekeken. Vond hem nogal optimistisch, maar goed. Dus ik zei, maar het is wel mooi dat we twee partijen hebben die in ieder geval afnemen. En dat was die ene, die club voor het hotel en de jaarbeurs voor het hotel en het cafégedeelte en de jaarbeurs voor het congresgedeelte. Het waren twee ervaren partijen.
Dus ik dacht, nou, dat geeft in ieder geval de burger moed dat die er wat in zien. Maar ja, als je naar de contracten kijkt, ja, wat zien ze er dan in? Er zit haast geen niet in voor hem. Dus dan denk ik, ja, dan heb je twee partijen aan boord. Dat zou je dus comfort geven. Je zou moeten zeggen, nou, mooi dat die dat doen. Maar ja, onder de condities die zij geboden kregen, bleef er nogal wat risico bij de partij Woonbron. Woonbron. Hoe kan dit? Waarom heeft Woonbron dit zo gedaan? Zit daar ook dat amateurisme in? Ja, gewoon niet het zakelijke? Ik denk dat ze onderschat hebben de handigheid van de partij ter andere zijde met dit type contracten. En het tweede, denk ik, dat ze het nodig hadden om partijen in die business case te trekken. Omdat het anders helemaal geen partij zouden zijn. Ja. Ik denk dat die twee redenen gespeeld hebben. Ja. Wat het zwaarste is, weet ik niet, maar er moet ongetwijfeld gespeeld hebben. Maar het trieste van de zaak was dus dat we dus als het ware nog een keer exploitatierisico kregen. Terwijl ik dus van de veronderstelling uitging, nou, we moeten zorgen dat die exploitatie tot stand kan komen, want dan hebben wij twee mensen aan boord die dat goed regelen en dan krijgen wij daar de centen van. Maar zo simpel was het niet. Nee. Kent u het taxatierapport wat in 2008... Ja, er zijn een paar, maar één is er van Omen. Ik heb het over Ooms, hè? Ja, Ooms. Of zo. Oom, ja. In juni 2008 een taxatierapport wat het schip taxeert op 200 miljoen. Ja. Ik heb met die Ooms gesproken, want ik dacht, nou, dat zou fantastisch zijn, hè? En nou, toen had hij toch, ik heb die aantekeningen in me nog gemaakt, maar die had toch wel wat slagen om de arm. En een van de slagen om de arm was, hij zei, ik kan eigenlijk een hele goede prijs maken als het een casino-schip wordt. Dat je op dat boot een casino maakt, een beetje het Chinese werk, hè, tegenover Hongkong. Heel voor de goede beeldvorming, een goede prijs, dat is dus die 200 miljoen. Ja. Dat was dus gekoppeld aan de casino-plannen. Dus ik zei van, als je het schip nu ziet en je ziet wat we aan het doen zijn, hoe kom je naar die 200 miljoen? Nou, dat was een beetje opgewekt. Nou, lang verhaal kort, dan kwam het uiteindelijk op een veel lager bedrag. Maar het hoogste bedrag wat hij noemde toen was, ik meen 150, maar dat was gekoppeld aan casino. Ja. Want dan zou hij wel kopers weten. In Singapore en weet ik wat. Ja. Ik zeg maar, we hebben helemaal geen vergunning voor een casino. Toen heb ik nog nagelaten gaan, dat wist ik niet, of er ooit een kans zou zijn dat het schip die vergunning zou krijgen. Nou, daar kwam een helder antwoord uit het Haagse. Dat was nee. Dus ik zeg, Ooms, dat moeten we dus vergeten. Nou, dus het taxatierapport is dus eigenlijk niet zwaard. Ik had Ik had er ook weinig vertrouwen in. En het tweede, wat speelde met die opbrengst? En dat is later, maar dat is na mijn tijd, veranderd. Er was het idee, als je zoekt naar een maximale opbrengst, whatever, dan zou het kunnen zijn dat het iemand is buiten Rotterdam. En dan zou het schip versleept moeten worden. Stel je voor dat het iemand is die zegt, nou, ik heb in Singapore een briljant idee, we gaan er niet dat of doen. Buitenlandse investeerder. Ja, een investeerder, buitenlandse investeerder. Maar dan gaat het schip uit Rotterdam. Nou, ik heb gezegd, als je gaat voor de maximale opbrengst, moet je dat niet uitsluiten. Als je een veiling houdt, of je gaat het verkopen, of hoe je het ook doet, dan moet je ook partijen laten meedoen. Want het schip kon versleept worden, mits er niet de hoge zee was. Maar het was niet, je kon het dus vervoeren. Of hoe noem je dat? Je kon het verplaatsen in ieder geval. Versleep. Ja. Mocht het niet te hard waaien of dat soort dingen. Maar het was versleepbaar. Maar dan komt weer het dubbele in dat schip. Ja, maar we gaan het toch niet verslepen? Het is voor Katendrecht. Ja, dat gaan we niet doen. Ja. Dan druk je dus de opbrengst. Want dan moet je het hebben van lokale investeerders. Ja. Kwam er een voorstel voor een buitenlandse investeerder? Het antwoord was, er werd wel mee geschermd dat die er waren. Er werd mee geschermd door wie? En wat bedoelt u met door de makelaar. Dat hij dus kopers had die het schip wel wilden
Dat hebben we op, ik heb dat nooit verder uitgezocht, omdat er duidelijk geen draagvlak was om het schip. Dat bleek ook in fase 2 toen ik al weg was. Er was geen draagvlak voor om het schip wat zoveel gekost had, dan uit Rotterdam te halen. Maar is de heer Kromwijk niet bij u geweest met een voorstel van, voor een buitenlandse investeerder? Ja, maar dan zou het schip blijven. In Rotterdam. In Rotterdam, en dat was dat verhaal van die Franse mensen. En dan kwam ik op klinieken en gezondheidszorg. Enfin, een heel verhaal was het. En daar heb ik met naar gekeken. Daar heeft nog iemand naar gekeken, maar de conclusie was, laten we nou in godsnaam ophouden, Martien. Laten we nou ophouden met dit soort gesprekken en weer nieuwe mensen, die hebben het geld niet. En uiteindelijk is het enige wat ze willen, is via jou en de woningbouwcorporatie, hoe noemen we dat, gezondheidscentra neerzetten. Mm-hmm. Ik zei, hebben ze 100 miljoen? Hebben ze 150 miljoen? Willen ze dat erin stoppen? Ja of nee? Nou, nee, het is een heel ingewikkeld model. Ik zeg, Martien, wij stoppen ermee. Ik wil ze niet zien. Maar hij heeft het aangedragen. Ja. Ja. Uiteindelijk zijn de investeringskosten verder opgelopen tot een bedrag van 257 miljoen. Bij de oplevering, begin 2010... Kunt u die stijging toelichten? Dat was in de tijd dat u externe toezichthouder was. Ja. Toen ik binnenkwam, werd er aan het schip gewerkt. En hebben we een plan gemaakt om samen met degene die aan het schip werkte, Kovely, te kijken waar we uit zouden komen bij oplevering. Dat ging van de veronderstelling uit dat het in de zomer van 2009 zou worden opgeleverd en dat we in mei zouden weten wat het zou kosten. Dus ik heb met Johan en met een aantal partijen post voor post nagegaan waar staan we nu en wat komt er nog bij. En ook tegen Kovely gezegd, je moet precies aangeven wat we nog verwachten kunnen en waarom. Daar had ik dus twee vragen. Eerste vraag, wat gaat het kosten? Wat zijn we nog kwijt? En tweede vraag, het wordt toch wel opgeleverd in de zomer. Dat plaatje hadden we in mei redelijk compleet. In de loop van mei bleken twee dingen. Dat het veel meer ging kosten en dat het langer zou duren. Nou, eerst even over de kosten. Ik hoorde dat, zeg maar even, in de loop van mei, dat er zo de dreiging was van het zou wel eens meer kunnen gaan kosten. Ik heb tegen Johan gezegd, luister eens, we moeten erachter zien te komen hoe dat komt en wat dat dan is in vergelijking met het eerste plaatje. Dat was begin juni. En toen heb ik tegen Johan gezegd, luister eens, ik ben actief toezichthouder. Ik ga nu zelf met jou met die Kovely Club praten, want dit is te gek voor woorden. De teller stond toen in het eerste plaatje op 200 miljoen. Ja, toen kwam hij in de buurt van die 200. Ja. Dus ik zei, dat kan niet waar zijn. We hebben in mei gesproken over, geloof 170. Mm-hmm. En dan komen er 30 miljoen bij in een paar weken. Dat is haast niet te vertimmeren. Als je dat omrekent aan uren, hoe? Hè? Nou, dan waren er, moet je voorstellen, waren op een gegeven moment 1000 mensen aan boord van het schip. Dus alleen al de coördinatie van al die mensen op al die dekken was in feite al, nou ja, vragen om probleem. Laat ik maar heel voorzichtig zijn. Dus Kovely die komt, de baas met zijn rechterhand. En ik zeg, luister eens, dat hebben we. Heb ik uitgezocht, zo stond het, dit en dat. Nou, dat werd natuurlijk een heftige discussie. En toen kwam er iets uit. Ooit. Nee, ik geef een stapje terug. In Duitsland werkte Womron met Imtek. Womron heeft ruzie gekregen in Duitsland met Imtek. En heeft gezegd, we stoppen met Imtek. Heeft het schip naar Nederland verplaatst en heeft een nieuwe installateur genomen. Die nieuwe installateur was Kovely. Kovely zei, ik ben wel bereid om het over te nemen, maar ik wil het alleen overnemen in de vorm van een regiecontract.
En dat betekent dat zij gewoon hun uren declareren. En dat komt omdat niet omschreven was in het project wat er nou uiteindelijk moest worden opgeleverd. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar er was dus een discussie, wat lever ik eigenlijk op? Wat zegt dit over het projectmanagement van de SS Rotterdam? Amateuristisch, u zei het, gebruikte het woord. Men vond het ingewikkeld, maar er was dus... Dus Kovili zei, ja luister eens, nou blijkt dit, nou blijkt dat, nou blijkt zus. Het enige wat we doen is, we maken het in orde. Maar wat we opleveren is, ja, dat het werkt en dit en dat. Ik zeg, ja, wat dat het werkt. Ik zeg, wat is nou dat het werkt? We hebben nog de brandweer te gaan, we hebben nog die te gaan. Ik neem toch aan dat je het oplevert, dat we het kunnen gebruiken. Is dat precies, is gebruiken? Ik heb al gekletst natuurlijk, want ze begrepen wel dat de druk werd opgezet. Dus ik heb gezegd, luister eens, 30 miljoen, die gaan we niet betalen. Nou zeiden ze, dat is goed, dan stoppen we met het werk. Dan hadden we mensen van boord. Ik zei, nou, dat zal Nederland je in dank afnemen, dat Kovili met het werk stopt. Ik zei, je hebt toch een zak geld gekregen van hier tot Gunder? Ja, maar we moeten extra mensen inhuren, Italianen, en we moeten dit en dat, want dat was natuurlijk nog een... bijkomende handicap. Wat er moest gebeuren was om dat schip met hout en dit en dat op het niveau te krijgen van 1950. Dat het weer net zo mooi en net zo glorieus was. Hersteld. Daar had je dus bepaalde vaklieden voor nodig. Nou, die zaten alleen in Italië. Dus dan waren ze 80 Italianen. Ja, die moet ik betalen, moet dit en dat, zo en zo. Het dispuut is uiteindelijk geëindigd in een soort compromis. Ik zeg, wij zijn dus niet akkoord met die extra kosten. Je zorgt dat het voor elkaar komt, maar weet dat wij die extra kosten op het bod zullen aanvechten. Ja. En ik heb toen de jurist de hand genomen en we hebben ook getuigenverhoren. Ik zeg, ik wil getuigenverhoren. Ik zeg, ik wil ook zelf gehoord worden en Johan, om vast te leggen dat we met Kovili een afspraak hebben gemaakt. Jullie leveren het op. Ik zeg maar iets, ik weet niet precies, voor 180. Dus dat was een enorme strijd. Toen heb ik de minister meteen geïnformeerd. Ik heb gezegd, nou, er zijn twee problemen. Van de zomer komt het niet klaar, maar dat gaat nog meer kosten. Dat was fase. Dus zitten we rond de 200 miljoen. En nu de stap naar de 257 miljoen? Tweede fase was dat we te maken kregen toen met welke eisen wordt aan de veiligheid gesteld. En om je nou een voorbeeld te geven. Er zijn een heleboel hotelkamers. Die hadden we op een bepaalde manier waren die gemaakt. En de brandweer komt. Die zegt, maar zo kan dat niet. Wat u eerder aanhaalde inderdaad. Dus, eruit, nieuwe dingen erin. Ja, ja. En zo liep de teller op tot 257. En u moet je voorstellen, het zijn zoveel 100 kamers. Moeten allemaal mensen in, nieuwe ploegen erin. Nieuwe spullen erin, oude eruit. Komt de brandweer weer. Moet het net weer iets anders. Ander kopje hier. Nou, het is zo doorgegaan. En we konden niet anders dan daar geld aan uitgeven... Want de brandweer zei, we doen het als volgt. We doen eerst kijken of het aan alle eisen voldoet. En dan doen we 1000 mensen aan boord. En dan nemen we de stopwatch. Hoe snel gaan die mensen eruit van boord? En pas dan krijg je de vergunning. Dus we hadden problemen, wat ik al zei, met Siemens. Ja, ja, ja. Uiteindelijk is uw aanstelling als externe toezichthouder beëindigd in januari 2010. Nog voordat het schip... verkocht is, had u het niet willen meemaken? Op het moment dat het verkocht is en dat u dan weg zou gaan als externe toezichthouder? Nee, ik moet u zeggen, ik had het idee dat ik mezelf in de weg ging zitten. Er was een nieuwe raad van commissarissen bij Woonrond gekomen. Mm-hmm. Naar mijn idee deed hij dat heel goed. Er was, wat we afgesproken hadden, het schip was op afstand gezet van Woonrond met een eigen directie, met eigen statuut. We wisten... wat we wilden. En ik heb gezegd, ook toen tegen die minister, je moet het eerst een tijdje laten dat het gaat, zou ik maar zeggen, in exploitatie geven, dat het geld gaat verdienen. Want pas dan kan je een koper echt overtuigen van, je koopt iets wat loopt, wat kansrijk is. Dus doe dat nou niet te snel. Zorg dat die exploitatie gaat lopen. Dat zal in 2010 nog niet geweldig zijn. Maar we hadden wel, en het is ook wel gebeurd, het gevoel dat het zoveel cash opleverde dat het zijn rente zou kunnen betalen. En zorg dan dat je langzaam maar zeker nieuwe investeerders aan boord krijgt. Ja, of in ieder geval een koper voor dat een koper. Schip. Nou, 2010 was een beroerd jaar, conjunctuur was niet geweldig, et cetera. Ze zei, doe dat nou niet nu,
stel dat uit, want nou loopt er geen geld meer in weg. Er is een investeringsstop. Je weet wat je kwijt bent. Laat die exploitatie zijn gang gaan. En als het lekker loopt, zet het dan in de verkoop. En ik dacht, nou ja, daar heb ik geen toegevoegde waarde in. Alles is geregeld. Dus dan dacht ik, laat dat nou maar over aan die nieuwe club. Er zat een nieuwe directeur op de rederij. Mm-hmm. De rederij is eigen raad van commissarissen. Met een onafhankelijk voorzitter. Dus ik had het idee dat het mij wel gespeeld was. De raad, de nieuwe raad van commissarissen deed het heel goed. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Of welke toelichting heeft u erbij? Zat er bovenop, controleerde, keek goed. Ja, wist natuurlijk dat... Ja, je moet niet de fouten herhalen van je voorgangers. Dus ze zaten er wat scherper in misschien. Maar een ervaren raad met kritische mannen. En dus ik had er echt vertrouwen in. Ook de wijze waarop ze met de raad van bestuur omgingen. Ik dacht, nou, dat daar zit eigenlijk wel... Dat zit wel goed. Ja. Ze hebben uiteindelijk ook voor gezorgd dat Martin Kromwijk ook wegging als bestuurder. Ja, dat heb ik toen gehoord, ja. Althans, dat las ik in de krant dat Martin wegging. Dus er is een behoorlijke wisseling geweest binnen Woonbouw. Ja. Politiecommissaris. Ja, u lichtte net al toe wat het plan was, wat u ook bij de minister neerlegde toen u uw opdracht beëindigde. Van kijk naar een ander geschikt moment om het schip te verkopen. Uiteindelijk heeft het schip maar 30 miljoen opgebracht. Als ik dat weeg tegen de 257 miljoen wat erin is gestopt. Had u verwacht dat het zo'n lage opbrengst zou opleveren? In 2013 is het verkocht, overigens. Nee, ik had zelf wat hoger geschat. Omdat ik toch dacht, toen ik het schip klaar zag, dacht ik, nou, het is eigenlijk, ja, het is mooi, het is spectaculair. Daar moeten toch kansen zijn om dat goed te exporteren. Het is niet niks voor Rotterdam. Ik heb toen zelf nog overleg gehad met Speedo. Omdat Speedo echt een succes, hoe noem je dat, succesnummer is in Rotterdam. Ik zeg, zou je nou niet als Speedo dat mee kunnen nemen in je... In je rondvaart, hè, dat je een soort deal maakt. Nou, ik zet de mensen af, ik haal ze weer op. Enfin, dat is ook wel voor een gedeelte gebeurd. Maar ik had zelf wel wat hoger. Het gekke is, en dat moet je wel nageven. Het is ooit is er een horecaffer geweest, een horecabedrijf. En die heeft gezegd van luister eens, als ik het zou moeten doen. Ik zou het zelf moeten exporteren, ik zou er nog een percent aan moeten verdienen. 35, 40 miljoen. Maar dat was toen met een kleinere scope. Dat was niet het hele schip zo mooi. Maar nu het hele schip mooi gemaakt was. En het helemaal asbestvrij was. En alles mooi geschilderd en klaar. Mm-hmm. Had ik zelf het idee, nou, met een beetje fantasierijke exploitatie. Zou het meer kunnen opleveren. Maar dat zou is het dus meer niet moeten gebeurd. Kunnen opleveren. Maar dan had ik toch nooit, als ik mijn eigen aantekeningen had, had ik misschien op 50 miljoen uit te komen. Maar ver weg. Ja. Maar goed, dan had toch het Woonbureau nog wat teruggekregen. En ze hadden, laat ik maar zeggen, het kunnen afsluiten met, nou ja, het was langs de rand van de afgrond. Maar goed, we hebben het gered. Meer zat er niet in, volgens mij. Ja. Kijk, mijn collega Oskar aan. Ja. Ja, meneer Swartz, ik wil toch nog even terug naar het casino en de ideeën die daarover bestonden. Ik moet heel even inleiden, want Kromwijk komt aan bod, Thomsen komt aan bod en Ooms komt ook aan bod. Kromwijk zei vanochtend, ik heb legal advice ingewonnen en het mocht gewoon. Er mocht een casino in worden gevestigd. Wij weten dat de topambtenaar van Rotterdam en topambtenaar van het ministerie al met elkaar hadden afgesproken dat dat niet ging gebeuren. Dat is één. Het tweede is dat Thomsen heeft gezegd van, nou, volgens mij was er wel belangstelling uit Macao. Dat sluit een beetje aan bij wat dat China-verhaal van u. En mijn vraag daarover zou zijn van, is er een reëel bod gekomen, een concreet bod uit China? En het derde punt is eigenlijk over Ooms. En ik kan ook eerst de vraag beantwoorden, is misschien beter. Nou, laat ik concreet zijn, er is geen reëel bod gekomen. Nee. En eigenlijk heb ik dat hoofdstuk casino snel gesloten. Omdat waarschijnlijk, ja, zo is het in het leven. Je kan wel juridisch zeggen, ik wil een casino. Ja. Maar je hebt een vergunning nodig. Ja. Dus ik bedoel, niemand weerhoudt mij om een casino neer te zetten. Alleen, als ik het wil gaan exporteren, heb ik een vergunning nodig. Ja, nou, toen het doorkwam, die vergunning gaat er niet komen. Nee. Ja, was voor mij de discussie afgelopen. Ik bedoel, als Rotterdam en Den Haag
beide eensgezind zeggen, wij gaan die vergunning niet afgeven. Ja, dan ga ik ook verder niet vragen, wat is er met die Chinees? Nee. Die wedstrijd is klaar voor mij. Ja. Maar er werd gesuggereerd, wat heel goed zou kunnen, dat Singapore en Hongkong, streep, dat mooie resort, dat daar belangstelling was. Ja, maar die zouden daar misschien dan wel een casino in kunnen vestigen als het schip versleept zou worden. Ja, dat is de discussie van, ja, ben je bereid om het naar het buitenland te brengen? Dan had je een paar, had je meer geld gekregen. Ja. Goed, dan de rol van Ooms, want ik viel bijna voor mijn stoel toen u zei van we gingen van 200 miljoen naar 150 miljoen in één gesprek. Ooms is een gerenommeerde makelaar in Rotterdam. Rotterdam is natuurlijk een bijzondere stad met een bijzondere dynamiek qua haven. En als je dan zo'n taxatie laat doen van een registergoed en je laat daar in de verkoopwaarde meenemen de bedrijfseconomische aspecten, zoals Ooms dat ook heeft gedaan, ja, dan lijkt het mij dat Ooms toch mee had moeten wegen dat er geen vergunning zou worden gegeven. Absoluut. Ik heb ook helemaal niet, ja, ik heb er ook helemaal niet op gevaren, nee, op die bedragen. Nee, want dan ik heb dat voor kennisgeving aangenomen. En ik heb alleen maar gezegd, nou, als dit sprookje waar wordt. Maar op een achterkant van de sigarendoos kan je uitrekenen wat het maximaal opbrengt. Stel je voor dat je iedere dag die zalen vol hebt. Dat je iedere dag het hotel vol hebt. Dat iedere dag alle couverts uitgegeven worden. Dan kan je uitrekenen wat de omzet is. Dan kan je dus uitrekenen wat iemand kan verdienen. Dat kan nooit bij 200 miljoen. Dat verdien je niet terug. Nee. Dus er is geen business case te maken met dat schip van 200 miljoen. Ja, ik bedoel, je kan wel zeggen er komen 500.000 mensen. Maar er kunnen zoveel mensen per dag verwerkt worden. En die betalen voor een kaartje van X. Dat kun je allemaal uitrekenen. Dan is het haast niet te doen dat je op 200 miljoen komt. Behalve als je sommetjes gaat maken. Ja, en dan kom je een beetje op de droom van de casino. Maar als u binnenkomt, u zegt, geeft u mij 4 flessen champagne. Hè? En waar is de caviar? Ja, dan gaat het hard omhoog. Ja. Maar ja, met een schip, met een terras, kan je ongeveer uitrekenen. Hè? En zeker als ze eenmaal mooi zitten, dan hebben ze misschien 2 of 3, consumpties. Dus de horecamensen hadden uitgerekend wat onder de beste condities je de investering zou kunnen zijn die je zou kunnen terugverdienen. Ja. En die lag ergens tussen de 30, 40, 50... Ja. Net hè, wat je aanneemt, ja, en hoe je eigen netwerk erin zit. In ieder geval een stuk lager dan de taxatie en toch een flink stuk hoger dan wat het nu heeft opgeleverd. Ja. Dus Ooms was, vond ik, toen ik het voor de eerste keer hoorde, dacht ik, moet eens met meneer Ooms spreken. Want als hij kopers heeft, ja, ook al voor die 150 miljoen, moeten we niet lang aarzelen om die kopers op te bellen en zeggen, komt u eens langs. Ja, dat is ook bizar dat hij opschrijft 200 miljoen en nu gaat praten. En dan wordt het 150 miljoen. Ja, omdat hij zei, ja, ik ga uit van dit en ik ga uit van dat, maar dat gaat allemaal niet door. Ja, maar het stond allemaal in die brief. Er waren allemaal mitsen en maren in die brief opgenomen. Daarom heb je er ook niks aan. Nee, nee. Moet ik eerlijk in zijn, hoor. Ik heb ook nooit meer, ik heb dat gesprek gevoerd. Ben ik er ook nooit meer op teruggekomen. Ik heb ook nooit geroept van luisteraars. Van luister, je moet er de rekening houden, dit is de taxatie, nee, dat zal het wel opbrengen. Ik heb dat gewoon vergeten, maar. Ja, dat snap ik wel. Goed, mijn collega Hartje heeft al even uitgerekend, bijna 230 miljoen verlies. Nou, de Tweede Kamer stond op zijn achterste benen en de pers die heeft er ook erg veel aandacht aan besteed. Mijn vraag, u heeft nou een ruim een jaar rondgelopen in zo'n woningcorporatie. Hoe kan zo'n woningcorporatie een verlies van 230 miljoen opvangen? Hoe kunnen ze dat dragen? Door een aantal dingen te doen. Door geld te lenen. En door huizen te verkopen. Ja. Dat is een ingewikkeld proces, want een aantal van die woningen, daar was het WSW de borgstelling. Dus dat kan alleen met toestemming van de borggever, ja, terecht ook natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk heb ik een belangrijk deel van mijn tijd besteed om te zorgen dat er een financieringsplan op tafel kwam wat haalbaar was voor de financiers nog net te doen en Woonbron niet deed omvallen. Mm-hmm. Nou, met
Rabo, met BNG, met WSW. Is daar veel gesproken. Allerlei varianten de revue gepasseerd. En uiteindelijk hebben we dan in het najaar van 2009 een clubdeal gemaakt waar iedereen zich kon vinden. Ja. Waardoor Woonbron niet is omgevallen. Nee. Maar goed, als je bij een reguliere bank gaat lenen, ben je meer aan rente kwijt dan dat het via het circuit van het WSW gaat. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus kijk, het moet uit de lengte of de breedte. Dus het WSW had een formeel punt dat ook, hoe noem je dat, niet-commerciële huizen, dat is een mooi woord voor, maar ik bedoel, gewone huurwoningen, ja, dat is misschien niet het goede woord, maar zeggen dat die ook ondergezet moesten worden. Mm-hmm. Daar moesten zij toestemming voor geven. Ja. Is het nou ten koste van de huurders gegaan, doordat er plannen niet doorgingen of dat de renovatie later op gang is gekomen? Ik heb met huurders gesproken. Die wilde mij spreken. Die maakt zich zorgen. Kan je me goed voorstellen. De voorbeelden die zij noemden, dat ze het idee hadden dat nu niet meer gebeurde en anders wel. Nou, daar heb ik naar gekeken, serieus. Ik geloof niet dat zo was, maar de werkelijkheid is natuurlijk wel dat de rol van de woningbouwcorporatie met toekomstige projecten beperkt was. Want hun scope was beperkt. En het tweede waar discussie over ontstond, de woningbouwcorporatie zag zijn taak als, ik moet niet alleen stenen neerzetten in zo'n wijk, maar ik moet ook zorgen dat die wijk leefbaar is. Ja. Dus dat waren stadswachten, conciërges, enfin, dat soort dingen deed men ook. En daar was de club van Martien redelijk vooruitstrevend in. En ik dacht ook, toen ik het las en hoorde, dacht ik, nou, dat is ook niet onverdienstelijk. Maar dat kostte geld en daar moet je natuurlijk naar gekeken. Ja. Aan de andere kant, er was in die zin ruimte. Zij hadden de hoogste overhead van allen. Ja. Als je naar de benchmark kijkt van het Centraal Fonds. Dus ik heb ook tegen Martien gezegd, Martien, begrijp alles. Rotterdam is anders, jij doet het anders. Ja. Maar waarom jij zoveel geld meer uitgeeft dan een ander in een grote stad, dat begrijp ik niet. Ja, ik wist wel waar die het aan besteden. Maar ik zei, als je dat nou terugdringt, en dat moet kunnen, dan heb je alweer wat meer ruimte in je exploitatie om te zorgen dat je die hobbel neemt. Oké. Okay. Nou, vanuit uw functie als extern toezichthouder heeft u ook contact gehad omtrent dit schip met het Waarborgfonds? Ja. Wat was uw ervaring met het Waarborgfonds? Het Waarborgfonds en de Raad van Bestuur van Woonbron bleken geen vrienden te zijn. Nee. Dat bleek een uitermate stroeve relatie. Wat als je in termen van oplossingen denkt natuurlijk zeer nadelig is voor de oplossing. Laat ik het neutraal formuleren. Bij het Waarborgfonds was het vertrouwen in de directie van Woonbron buitengewoon laag. En wat voor consequentie had dat? Dat had de consequentie dat zij eigenlijk vonden dat zij, zolang deze directie er zat, hun medewerking niet zouden moeten verlenen. Nee. Dat betekent eigenlijk dat het faciliteringsvolume op nul werd gezet. Ja. Okay. Uiteindelijk, misschien wel een beetje met de mes op het keel, is bij die clubdeal toch een borging verleend. Een van de dingen waar ik buitengewoon veel energie heb gedaan is met Roland van der Post en zijn mensen te praten om ze te overtuigen van de clubdeal. Ja. En dat ze mee moesten doen en dat ze eigenlijk in deze fase voor het bedrag wat ze mee moesten doen, want dat was niet zo groot, aan nieuw geld, niet moesten willen dat de woningbouwcoöperatie zou omvallen. Maar daarvoor was nodig dat ze vertrouwen kregen in het plan. En daar kwam er eigenlijk op neer dat ik met praten, nog een keer overleggen. En uiteindelijk waren ze dan bereid om mee te gaan. Ja. Maar het scheelde misschien wel dat u er nu zat. Ja, ik denk als ik terugkijk, denk ik dat je hebt weinig, je moet niet mijn rol
ben ik niet zo trots op in de zin van ik heb het niet tot 100 miljoen kunnen beperken. Nee. Het is toch dat bedrag geworden. Je kunt zeggen het schip is afgeleverd en het is mooier, maar dat kun je allemaal wel zeggen. Maar ik was er zelf weinig gelukkig mee. Maar waar ik wel zelf blij mee was, is met die, dat uiteindelijk toch het financieringsplan voor Woonbron, zodat Woonbron deze klap kan overleven, uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat vond ik wel iets waar ik dacht, nou blij toe. Oké. Okay. Ja, en voor de kijker thuis, Roland van der Post is de toenmalige directeur van het Waarborgfonds. Ja. Ja. Oké. Okay. U bent ook een bankerman, hè? Want u heeft vroeger bij de ING gezeten. Ja. Hoe kijkt u daar nou naar die positie van het Waarborgfonds en ook van die financieel toezichthouder van het Centraal Fonds Volkshuisvesting? Toen ik binnenkwam, wist ik eigenlijk niet hoe die structuur precies werkte. Dus ik heb gevraagd, wie is nou voor wat verantwoordelijk? Als je dat in eerste instantie leest, dan denk je, nou, ja, het is een beetje ingewikkeld om het over 3 clubs te verdelen. Maar vooruit. Maar als je erin komt te werken, en zeker in een wat crisisachtige situatie, is niet echt helder. Nee. En wat ook... Nee, laat ik het zo zeggen. Er zijn 3 partijen. Als die 3 partijen naadloos met elkaar zouden samenwerken, ja, dan zou je nog als buitenstaander kunnen denken, nou, hoe het nou helemaal precies zit, dat weet ik niet, maar werken doet het. Want met z'n 3 overlappen ze het hele veld. Maar de werkelijkheid was dat de kennis en het overzicht zat bij het Centraal Fonds. Ja. Die signaleerde ook. Dat ging dus naar Den Haag. Nou, dat bleef dan een soort blok, voor mij althans blackbox, wat ermee gebeurde. Ja. En het Waarborgfonds zat eigenlijk, was de enige met power en die het ook gebruikte. Ja. Wat ik kan voorstellen als bankerman. Want zij moesten die borg geven. Ja. En als dat mis zou gaan, zou dat weer met een U-boog toch bij de gemeenschap terugkeren. Precies. Ze hadden belang dat het geld terugbetaald werd. Ja. Ja. Dus als een goed huisvader hadden zij er alle belang bij om te zorgen dat ze er voldeden aan de spelregels. En dat ze de, ja wat is zeker, maar een grote zekerheid hadden dat het geld terugkwam en dat het opnieuw, ploep, 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 et cetera. Dus zij hadden macht. Ik vond het CV prima mensen, grote kennis, geen interventiemacht. Nee. En wat zou er moeten gebeuren dan? Wat, als u het mocht bepalen, wat zou u doen met die toezichthouder en met het Waarborgfonds? Nou ja, weet je, ik had het idee van, dat kreeg ik toen van het WWI, van we zijn er wel, maar we kiezen voor een laag profiel. Dus je moet voor power niet bij ons zijn. We horen het aan en we benoemen een externe toezichthouder zoals Hans Zwarts en daar discussiëren we mee. Ja. Maar die gaat het doen. Wij niet. Dus ik dacht, ja, kennelijk wil je dat niet. Formeel zou het misschien wel kunnen, maar in ieder geval, je wil het niet en het past dus in een terugtredende overheid. Jullie zijn er en that's it. Toen dacht ik, nou de enige met grote kennis van zaken en een goede club mensen is het CFV. Ja. Dus toen de gedachte opkwam van de woningautoriteit, dacht ik, dat is niet onverstandig. Nee. Want dan krijg je wel die naadloze aansluiting. Dan krijg je ook 2 partijen die desnoods met frictie kunnen zeggen, luister eens, ik heb gekeken naar die. Ja. En het tweede wat daar een rol speelt, was natuurlijk ook heel gek. CFW kijkt naar een woningbouwcorporatie en die mag kijken naar solvabiliteit en continuïteit. Nou is het gekke natuurlijk, als je stenen hebt, en zeker in het verleden, is solvabiliteit geen enkel punt. Nee. Want terwijl je in je bedje ligt, gaat het eigen vermogen omhoog, want die stenen worden meer geld waard. Ja. Dus het is eigenlijk de discussie niet. Dat was bij Woonbron de discussie niet, de solvabiliteit. Het was de cash. Ja. Dus je kan wel zeggen, ja, die solvabiliteit is ook wel belangrijk, maar je zegt dus niks. Want terwijl Woonbron eigenlijk kapot is, als je er normaal naar kijkt, hè, zegt iemand, prima, zo, ja, solvabel. Dus dat is niet goed. Dan hou je elkaar voor de gek. Ja. Dus je zou heldere criteria moeten hebben. Het Waarborgfonds daarentegen keek naar cashflow. En daar is natuurlijk waar het om gaat. Kan ik de rente
en de aflossing betalen. Dus in die zin zeg ik, is ook nog wel wat huiswerk te doen, dat je als je iemand woonautoriteit geeft, zegt, waar moet je dan op letten? Nou, niet op solvabiliteit alleen. Nee. Maar op, er zijn nog wel vier andere dingen die je dan zou moeten benoemen. Maar ik denk wel dat het voor iedereen, voor de toezichthouder, voor de Kamer, belangrijk is dat je die ook benoemt. Zegt, hier gaat het om. En als het is het aantal huizen of de prijs, het kan me niet schelen. Maar nu is het, ja, solvabiliteit, cashflow, ja. Ja, dat wordt gemeten en daar wordt een rapport over uitgebracht. Maar de waarde daarvan is eigenlijk, als je heel eerlijk bent, gering. Hoewel ik me kan voorstellen dat een bank zegt, ik kijk naar de cashflow. Maar dat is maar, zeg maar, van de werkelijkheid van een bedrijf maar een stukje. Dan een belangrijk stuk. Maar goed, ik begrijp uit stukken dat de minister in een andere richting denkt. Dat vind ik, gelet op wat ik aantrof, laat ik het dan maar zo formuleren, niet zo voor de hand liggen. Nee. Ik wil toch even nog een klein zijstapje maken, want u bent naast de bankenman, bent u echt ook wel een commerciële man. Of ervaring in het commerciële leven. Wat die corporaties, is eigenlijk een soort maatschappelijke onderneming. Wat kunnen die nou van bedrijfsleven leren? Laten we zeggen, ik vind het een vraag waar je uren over kan praten. Nee, laat ik me algemeen beginnen. Wat je bij veel privatiseringen ziet, en laten we even zeggen dat toch een vorm van privatisering is geweest, zie je dat het management een andere rol gaat spelen. Dat zag je bij de energiebedrijven, je ziet het eigenlijk telkens weer. Ja. En degene die ervoor is gegaan was Engeland, hè, met de privatisering en concessies en dat soort dingen meer. Op het moment dat je die kant op gaat, zie je dat management zich met andere mensen gaat vergelijken. Dus je bent dan niet meer een directeur van een woningbouwcorporatie, je wordt de directeur van een onderneming. Ja. En je vergelijkt je met de directeur van een groot metaalbedrijf. Die exporteert naar China, hè, de risico's neemt en dit en dat. Dus je gaat ondernemen. En dat betekent op zoek naar de grenzen. En ik denk, doordat je dat niet scherp hebt gedefinieerd, wat is nou ondernemen voor een woningbouwcorporatie, kan je zelfs bij dat schip uitkomen. Of je kan uitkomen bij, ja, ik weet niet wat. Ja. Dus je zou moeten zeggen, uw core is dit. Volkshuisvesting. Ja. Nou, daar kunnen we er een ring omheen doen. Dat noem ik de stadswacht, de conciërge of, nou ja, weet ik wat. Leefbaarheid, ja. Kwaliteit van de woonomgeving. Hartstikke goed. Ik kan me voorstellen, want daar kan je nog wel bij zeggen, dat doet ook de kwaliteit en de waarde van je huis of van je bezit stijgen. Als je het niet verloedert, bla 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 bla. Nou, dan kan je nog zeggen, er is ook nog een sector waar je ook mag bewegen. Die kaderen we ook af. Maar zodra je komt in de hoek van de onroerend goed en in die hoek, dan betreed je een ander speelveld met andere partners. En dan moet je wel verdomd goed in je schoenen staan. Wil jij directeur blijven van een woningbouwcorporatie? Ja. En dat is dus niet uniek voor de woningbouwcorporatie. Het is eigenlijk meer uniek voor al die clubs die een soort schaalvergroting en allerlei ideeën krijgen. Dan stijgt men op. En gaat men, ja, dingen doen waarvan je zegt, beter van niet. Niet verstandig. Nee. Waarbij, moet ik nogmaals zeggen, bij Woonwon de integriteit geen discussie is. Het is niet, in die zin niet te vergelijken met andere dingen. Nee. Nou, er zijn wel hele andere incidenten die we hebben onderzocht. En die, ja, die zijn denk van ik andere een andere orde. Kleur ja, hebben. Ja, tenminste wat ik er dan van lees. Ja. Wat nog niet besproken is, maar niet onbelangrijk, is de rol van de accountant. Want wij vragen ons af, wanneer moet die accountant nou op de rem trappen? En in dit geval ook weten wij dat Deloitte de huisaccountant was van Woonbron. En dat op het moment dat er twijfels waren over of het allemaal wel volgens de regels ging, op verzoek van de Raad van Commissarissen een forensisch onderzoek is ingesteld, nota bene door Deloitte. Ja. 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 Wat vindt u daarvan? Ik vind dat ze het zijn twee vragen, hè? Dus even de rol van de accountant, maar ook
Dat nou, ik moet ik zeggen, de rol van accountant is me niet meegevallen. Ik had echt het idee dat men kritisch had kunnen zijn. Want laten we wel wezen, Woonbron is nou door het oog van de naald gekropen. En daar had je best iets van mogen terugvinden in je goedkeurende verklaring. Dus ik had een kritische accountant verwacht. En de discussie toen ik binnenkwam was van wat neem je eigenlijk nou voor waarde voor dat schip? Neem je nou dat alle kosten die gemaakt zijn ook dat we die terugkrijgen? Ga je daar dan vanuit? Nou, in het voorjaar toen we bezig waren nog met de jaarrekening 2008 was eigenlijk al duidelijk dat wat er vertimmerd gaat worden in het schip, dat we dat niet zouden terugkrijgen. Even los van wat meneer Oom zei. Maar ik was van overtuigd dat het te hoog was. Dus ik heb gezegd, dan moet je een impairment nemen. Ja, dat is ook zo wat. Ja, dat moet je nemen. Je moet laten zien dat we met iets bezig zijn, waarvan we nu al weten dat we een deel van dat geld niet terugkrijgen. Anders ben je met, ja, dan is dat veel te mooi. En dan staat er een soort bezit op van 270 miljoen, wat in werkelijkheid maar x waard is. Dus in het algemeen vind ik dat de accountant best wat kritischer had kunnen zijn. Nou, voor die dubbelrol? Dat vind ik gek. Nu mag het niet meer, maar in die tijd? Nee, ik vind toen ook had je eigenlijk moeten zeggen, ik bedoel, je laat niet Deloitte kijken, toch voor een deel naar Deloitte. Nee. Want het is natuurlijk heel gek dat zij opschrijven dat de administratieve en financiële procedures niet in orde zijn. Dat had in de managementletter moeten staan die Deloitte had gegeven aan de raad van bestuur en de raad van commissaris. Ja, dat, ja. Hè? Dus ja, op zijn minst zouden ze kunnen zeggen, laat het PwC of KPMG doen. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Ja. Okay. Ik vind nog dat ze vrij kritisch over zichzelf schrijven. Ja. Maar het blijft natuurlijk toch een beetje... Nou ja. Het schijn van... Ja, het blijft een beetje, zeker nu, zou je het niet gauw gedaan hebben. Nee, dan kun je je eigen vlees. Goed, zo'n beetje rond uw afscheid bij Woonbron organiseert minister Van der Laan een etentje. Hier vlakbij in Hotel de Zenders. En daar komen de Hans Zwartsen van deze wereld. De externe toezichthouders en de interimmers bij andere woningcorporaties waar gedoe was. En nou ja, het thema was een beetje, denk eens mee met de minister over hoe dat verder moet met die corporaties. En u heeft daar een paar stevige aanbevelingen gedaan. Weet u dat nog? Ja, het was iets eerder, maar dat doet er niet toe. Ik geloof dat zelfs in de... 19 januari 2010. Ja, precies. Ja. Ongeveer. Nou goed, hij vond... Toen waren er een heleboel toezichthouders inmiddels. Ja. En die hadden natuurlijk allemaal een wat, ja, laat ik zeggen, smeuiger verhaal dan ik had. Want ik had natuurlijk, ja, dat schip. Nou ja, dan weet je, nou, toen heb ik een aantal dingen gezegd die ik tegen was gekomen. En ik heb toen tegen hem gezegd, nou, ik wil dat best... Later kwam hij erop terug. Hij zei, zet het nou eens op papier. Dat heb ik gedaan op 31 januari 2010. En nou, ik heb toen opgeschreven, ik denk dat het goed is dat je nog eens helder defineert waar dient een woningbouwcoöperatie nou op te richten. Ik heb gezegd, wat is de focus? En geef nou aan, wat is nou ondernemerschap bij een woningbouwcoöperatie? Ik zou voorbeeld noemen, is dat je zoveel mogelijk goede, kwalitatief mooie huurwoningen bouwt, is dat je ondernemerschap? Of is ondernemerschap, ja, je kan er eigenlijk allerlei dingen, grenzeloze dingen bij bedenken. Een schip, een campus, enfin, you name it. Ja, ik bedoel, het is niet gebeurd, maar binnenkort, stel je voor dat de enige met een grote portemonnee bij de luchthaven Twente de woningbouwcoöperatie in Enschede is, dat je dan tegen zou komen dat de woningbouwcoöperatie meegaat in de financiering van een vliegveld. Ik zei, daar moet je toch wat scherper in zijn. Sterker nog, je bent daar heel laarsje in. En aan de andere kant, volkshuisvestelijk, heb je allerlei dingen. Ik heb ook gezegd, je zou de positie van de Raad van Commissarissen kunnen versterken als je een conceptreglement zou opstellen. Waarin staat, wat is der directies en wat is des Raad van Commissarissen. Ik heb begrepen dat er een discussie was over de ruimte die de Raad van Commissarissen had financieel. Sorry, wat de Raad van Bestuur had financieel om zelfstandig te handelen.
Dat was een heel groot bedrag. Bij Woonbron 25 miljoen? Ja. En bij Rotstil 50 miljoen? Ja. Daarvan zeg ik, dat zou je eigenlijk anders moeten regelen. U vindt het ook te hoog? Ja, dat vind ik te hoog. Wat zou normaal zijn voor deze sector? Een paar miljoen. En dan gestaffeld, het ligt een beetje aan de omvang. Ja, tuurlijk. Maar ik vind bedragen boven een paar miljoen, vind ik, zouden expliciet in de Raad van Commissarissen besproken moeten worden en moeten worden goedgekeurd. Ja. Want bij dat schip kreeg je dus eigenlijk, doordat het nog binnen dat bedrag viel, had de Raad van Bestuur het alleen kunnen afdoen. En daarom zeg ik, is het reglement ook belangrijk, dat het bedrag uitsluitend geldt voor zaken binnen de scope van volkshuisvesting. Daarbuiten zou je een veel lager bedrag moeten doen. Zou je met een paar ton zouden zeggen, nou luister eens, wat heb je nog te melden buiten die scope? Dat zou heel goed kunnen. Als het een stadswacht is, of weet ik wat, nou oké. Okay. Ja. Maar dan moet je niet de grote bedragen nemen. Want dan moet je als Raad van Commissaris ook mede verantwoordelijkheid voor dragen. Ja. En je risico's zitten vaak niet in die volkshuisvesting, want dat kent dat apparaat wel. Maar je risico's zitten in de dingen die het apparaat niet kent, omdat je die onderschat. Nou, dat was een opmerking. Dus een soort voorbeeldreglement. Wat ik ook had, een toetsing van een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Je zou een profiel moeten hebben en dan zou die Raad van Commissarissen aan moeten toetsen. En ik kan me voorstellen dat ik heb hier genoemd WWI, maar als er een woningautoriteit zou komen, woningen, dat zou doen. Ja. Is dat nou deze man of vrouw, voldoet hij nou aan het profiel? Want er gaat veel geld in om, veel belastinggeld gaat om grote dingen. Want die voorzitters van de Raad van Commissarissen hebben ook vaak één op één overleg met de bestuurder. Hè? Niet, precies. Ja. Dat is degene die de Raad goed van Commissarissen. Maar neem even in de Woonbron, gaat het om de relatie president-commissaris, maar team. Ja. Dat is de basic van het verhaal. Niet eens in de twee maanden die commissarisvergadering. Daar moet uit blijken, we zitten er bovenop. Ja. Of niet. En daar heb je kwaliteiten voor nodig. Ik heb ook voorgesteld de minister integriteitscode in het leven te roepen. En te zeggen van luister eens, je moet in het jaarverslag opnemen hoe de woningbouwcorporatie daarmee omgaat. Ja. Dus een integriteitscode van luister eens, wij gaan er zo mee om. En ik kwam daar toen op, omdat er toen voor de eerste keer een discussie ontstond hoe het in de onroerend goedwereld ging. En toen dacht ik, woningbouwcorporaties werken ook in die setting. Er moet geen twijfel komen dat van verkoop van grond en dit en dat, dat gewoon de toets der kritiek is, dat het transparant is, dat er geen halemendijkjes zijn. Dus maak een integriteitscode en zorg dat die wordt nageleefd en leg daarover in het jaarverslag verantwoording af. Ja. Nou. Een ander punt is investeren in deskundigheid van de Raad van Commissarissen. Mijn idee was, er verandert in die volkshuisvesting veel. Ik vind het de plicht van de woningautoriteit of van de overheid om te zorgen dat die commissarissen aangesloten zijn bij die veranderingen. En haal ze dan ook op een even manier bij elkaar. Of Edis dat nou doet of Pietje Puk. Maar zorg dat degenen die iets bedacht hebben tegen die commissarissen zeggen, dit is de regel en zo denken wij erover. En daarom hebben we hem ingevoerd. Zodat er een soort idee ontstaat van ja, luister eens, we willen wat met elkaar, dat begrijpen wij. En dat ze natuurlijk ook iets terug kunnen zeggen. En zorg voor een heldere instructie aan de externe accountant. Zodat die accountant met name let op de dingen die we net noemden. Ja. Dat hij er bovenop zit als accountant. En niet dat voor granted aanneemt omdat de Raad van Bestuur dat zegt. Of een business case daar voorgelegd en dat zal wel goed zijn, want Pietje Puk zegt dat. Dat vind ik, daar betaal je hem niet voor. En tot slot zei ik, als je dat allemaal van de Raad van Commissarissen wil, dan moet je ze ook adequaat belonen. Ja. Kijk, dan praat ik voor mezelf. Als iemand tegen me zegt, luister eens, jij moet ook een stuk verantwoordelijkheid nemen als burger.
en je doet dat en je krijgt daar een flesje wijn voor in december, dan is dat helder. Je zegt nee, dit is een echt commissariaat. Je bent ook persoonlijk aansprakelijk. Jij moet zorgen dat dat en dat niet gebeurt. Dan zeg ik, dan moet je me ook een fatsoenlijke beloning geven. Ja. En dat daartussenin, en dat daar, dan denk ik, ja, dat geeft alweer, ja, het gaat er, ja, het is eigenlijk niks. En dan denk ik, ja, 2% van dat, ja, of dat soort getallen. Nee. Je geeft een niet goed signaal naar mijn idee. Dat is niet in balans. Het is niet in balans. Want ik denk dat als je dat goed wil doen, en neem even Woonbron met het schip, als je raad van commissarissen, dan had je dus heel veel tijd en aandacht moeten besteden aan het overleg. En had je misschien ook zelf naar Duitsland gemoeten. Je had moeten praten met mensen. Enfin, noem maar op. Je had de projectleider moeten laten komen. Ja. Of zelf naar de projectleider. Ik weet niet wat, hè? Het kost meer tijd, maar er hoort een beloning bij. Maar dan voel je ook, ja. Nou ja, oké, dat kan ik verantwoorden. Ja. Of je zegt, luister eens, we hebben allemaal burgers van deze land. Ja. Voor een aantal dingen krijg je goed beloond. Een aantal dingen doe je voor de goede zaak. Nou, prima. Ja. Dat doe ik nou ook. Dus dat is niet een kwestie van... Maar dat idee van het is een beloning, we belonen wel, maar dat is dan gekoppeld aan iets. En zeiden, nou ja, het slaat. Nou. Dus dat is mijn laatste opmerking. Goed. Ik meen me te herinneren dat er nog twee andere interessante dingen waren die u gezegd zou hebben. En dat ging over het juridisch eigenaarschap van zo'n corporatie. En dat de rol van de leden eigenlijk, de huurders, onderbelicht is. Ja, dat klopt. Je zag de politiek worstelen met het feit, laat ik zeggen, de Tweede Kamer heeft ergens een opvatting over. Nou, dat kan in theorie, zou je dat kunnen lezen als Raad van Toezicht en als Raad van Toezicht. En God, nou, kennelijk vinden die er iets van, hè? Ja. Nou, interessant. Nou, mooi. Mooi dat we dat weten. Maar eigenlijk moet je naar die leden toe en zeggen, wat vinden die huurders daarvan? Ja, je hebt nu eigenlijk een gesloten systeem. Je hebt geen aandeelhouders. Nee. Je hebt geen leden, geen verenigingsstructuur. Nee. Het zijn stichtingen. Dus je kan eigenlijk, behalve door wat Van der Laan daarmee gedaan heeft, en terecht, politieke druk, hè, maatschappelijke druk, de Kamer, de pers, ja, heb je niet veel instrumenten om te zeggen, gaat u heen. Als je dat toch zou willen, zou je het of aan die autoriteit moeten geven, hè, expliciet, dat die autoriteit die macht heeft om op een gegeven moment dat te doen. Of je zegt, nee, ik bouw in dat er ook anderen op een enige manier een C krijgen. Nou, de meest betrokkenen zijn volgens mij de huurders. Ja. Nou weten wij dat er wel corporaties zijn die een soort portefeuillehouder hebben binnen de Raad van Commissarissen die namens de huurders... Ja, dat was bij Roman ook. Ja. Was dat in voldoende? Dit geval... Of die gaan er niet heen, naar die huurders? Nou ja, ik weet niet waarom, maar die was in dit geval nogal pro het schip. Oké. Is het nogal met mij oneens. Dus die vond dat het een hele goede zaak was. Ja. Maar die bekeken dus, en dat kan ik me ook wel voorstellen, het is goed voor Katendrecht. Het is goed voor de wijk. Maar toen ik een paar keer bij die wijk geweest ben, dacht ik, nou, die woningen die nu gebouwd zijn, die kade, en de hele sfeer die het uitademt, ja, had het misschien zonder het schip ook wel een mooie wijk geworden. Ja, ja. Nou, de aanbevelingen die u net noemde, die gelden denk ik voor alle corporaties. Maar u gaf eigenlijk ook wel het voorbeeld met Woonbron aan, al eerder deze middagavond. Waarin u zei van ja, als je een dominante bestuurder hebt, dan moet je ook wel zorgen dat je tegenspraak creëert. En volgens mij heeft u dat ook nog in het gesprek meegegeven. Ja. Ik vind je moet, en zeker in dit geval, omdat je kennelijk al een paar jaar daarvoor vond dat je die raad van bestuur moest versterken om er een evenwicht in te krijgen. Ja. Dus je zat wel op het goede spoor, maar dan had je ook er bovenop moeten zitten. En dat is dat wat ik bedoel, met er bovenop zitten. Je kan wel, ja, ik bedoel, dat ben je natuurlijk gewend. Je zegt als manager, luister eens, we moeten allemaal water drinken. Nou, als het zo was dat aan alle mensen ging water drinken, ja, dan was het vak van manager was een simpel vak. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, en zeker Hollanders, die je gaan uitleggen dat je juist geen water moet drinken. Ja. Dus die moet je overtuigen, dan krijg je discussies, je krijgt van allerlei toestanden. Dus voordat je in een organisatie iets voor elkaar hebt, kost je dat bloed, zweet en tranen. Ja. Dus ook als je als Raad van Commissarissen wil dat er geen eilandjes zijn, dat er tegenkrachten zijn, moet je er bovenop zitten
om te zorgen dat het tot stand komt. Dat komt niet door, ja, dat je er iemand bij zet, zomaar tot stand. Nou was Van der Laan een hele actieve en stevige minister van wonen. Maar al vrij snel vertrok hij naar Amsterdam om daar burgemeester te worden. Ja. Heeft u nog een beetje gevolgd wat er met u aan beveling is gedaan? Is er iets van terechtgekomen? Nee. Niet gevolgd of niks? Ik ben nog een keer op een bijeenkomst geweest waar mensen verhalen hielden en dingen. Nee. Ik heb wel nog met de commissie Hoekstra gesproken. Nou, dat was een rapport, dat heb ik toen gelezen. Dacht ik, nou, daar staan hele zinnige dingen in, daar wil ik niks aan afdoen. Maar, ik weet niet hoe ik moet zeggen, maar kennelijk is dit in de fase waarin het verkeerde nog te feitelijk. Ik bedoel, men was nog niet toe aan dat soort concrete dingen. Dus een reglement, ja, dat zou je wel kunnen doen. Maar je voelde gewoon, dat is eigenlijk niet sexy. Je moet een beetje grote maatschappelijke visie ontwikkelen. En ik vind daar is juist te veel van. En van deze dingen is te weinig. Ja. Maar goed, deze mening wordt niet door iedereen gedeeld. Dus dat was ook duidelijk daar. Goed. Nou, de laatste vraag eigenlijk is... wat is u het meeste bijgebleven van Woonbron? En wat zijn de aanbevelingen die u de commissie nog mee zou willen geven... over al uw ervaring van in het bankwezen, in de commerciële leven... in de woningcorporatiewereld... Wat zou daar in deze sector moeten gebeuren? Ja, ik heb geen beter woord, maar toen ik dacht later soberheid. Soberheid. In van alles. Dat bedoel ik niet alleen met geld, maar gewoon in de hele approach. Probeer nou gewoon de dingen te doen waarvoor je aangesteld bent. En doe die goed. Dan bouw je vanzelf vertrouwen terug, ook maatschappelijk aanzien. Dat zou wel woorden zijn. En nog even, uw eerste vraag was van... Wat is het meeste mee bijgebleven bij Woonbron, van Woonbron? Of wat u het meeste raakt? Nou ja, dan zou ik toch zeggen... Blijf bij je leest. Ja. Doe die dingen waar je goed in bent. En hoed je voor avonturen. Hoe sexy, hoe spannend ook. En dat bedoel ik ook met soberheid. Je wordt daar altijd voor je uitgenodigd. Wie geld heeft, wordt altijd uitgenodigd voor allerlei dingen. Ik heb dat bij een energiebedrijf ook gezien. En met voetbal. Ja. Dan denk je, ja, dit is een bedrijf dat moet energie stoppen. En die gaat dan allerlei dingen doen waarvan je zegt... Ja, hoe komt dat nou? En dat heeft dan met wat ik net zei, die stap van... Ik ben van, semi-ambtenaar. Ga ik de grote mensenwereld in, ondernemer. En dat zal ik ook laten zien ook. En dat is gevaarlijk. Ja. Het blijkt gevaarlijk, laat ik het zo zeggen. Het hoeft niet zo te zijn. Maar samenvattend, schoenmaker hou je bij je leest. Afkaderen, wat is de taak van een woningcorporatie? En misschien een kleine schilder omheen qua... Dat je prettig woont. Hè? Dat... Ja, dat denk ik heel goed is. Want dat kan je ook, denk ik, goed verantwoorden. Ja. En daar had Martin, moet ik hem nageven, had hij goede ideeën over. En daar verdiende hij ook, naar mijn idee, in de volkshuisvesting zo'n goede reputatie aan. Hij had wat dat betreft, was het ook wel een visionaire man. Alleen hij heeft gewoon een beter tegenspel, had hij verdiend. Okay. Dank u wel. Dank meneer Oskam. Collega Mulder heeft ook nog een korte vraag voor u. Ja. We zijn vandaag de hele dag bezig met de SS Rotterdam. De dag stond vandaag in dat teken. En de vraag die bij mij steeds meer begint op te borrelen is van... Ja, wat drijft nou iemand als Martin Kromwijk om maar door en door en door te gaan met een schip? Vanuit misschien wel de beste bedoeling... Maar dat je daarbij tegelijk ook het voortbestaan van je eigen organisatie... met al die belangrijke maatschappelijke taken op het spel zet. Want het is door het oog van de naald gegaan. Heeft u enig idee wat iemand drijft om dat te doen? Ik denk twee dingen. Goede bedoelingen. En het tweede is
je verlies niet durven nemen? Angst? Angst, angst. Ik denk dat hij zich zo vereenzelvigd heeft met het schip, dat het stoppen voor hem geen optie was. Maar waarom vereenzelvig je met een schip? Omdat hij... Ja, hij had het gevoel... Ik ben bezig iets te laten zien... hoe je een prachtwijk tot een prachtwijk maakt. Ja, het is toch ook iets, denk ik, van een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een missiedrang. En dat is eigenlijk in business het gevaarlijkste wat je kan hebben. Want die krijg je haast niet van dat pad af. Mm-hmm. Want die bedenkt eigenlijk zijn eigen excuus om door te gaan. Ten koste van alles, zelfs je eigen onderneming. Met ja, omdat hij, laten we zeggen, telkens dacht van dit is het. Mm-hmm. Met 100 miljoen zijn we er. Of met 40, met 60, 80. Pas toen bleek dat om dat schip echt klaar te krijgen, dat er echt mensen aan boord mogen, dat je een business case hebt, mm-hmm, wat je daaraan geld voor nodig hebt, dat heeft hij volkomen onderschat. Hij heeft ook de hele, laat ik zeggen, hij had wel de droom, om het zo te zeggen, van het schip, mm-hmm, maar de complexiteit om die oude schuit klaar te maken voor bezoekers nu, dat is volkomen onderschat door iedereen daar. Mm-hmm. En dat begrijp ik ook, want als je dat nooit gedaan hebt in je leven, een schip restaureren, nou nee, zoveel mensen zijn er niet dat dit, ik denk dat dit zo'n klus, mm-hmm, misschien de hele wereld nooit gedaan is, dus in die zin is het al een klus, ja, dan zet je je daar kennelijk overheen. Ik kan geen ander, want het is niet, er zit geen kwaaie wil achter. Mm-hmm. Martin wil de woonbron niet kapot. Tegendeel. Mm-hmm. Dat was een bewogen volkshuis, hoe noem je dat, een bevlogen volkshuisvesten. Maar hij maakte het wel kapot. En je kreeg hem niet meer uit die, mm-hmm, dit, die straat. En de Raad van Toezicht is daarin eigenlijk meegegaan. Dus ja, nogmaals, het klinkt heel lullig en ik wil die, het is niet lullig bedoeld, maar de enige die hem had kunnen redden was zijn baas geweest. En dat was in dit geval, ja, de president-commissaris, dus als je het even zo formuleert, hè, dus die moet de werkgeversrol ook vervullen. Ja, iemand had tegen Martin gezegd, Martin, we stoppen ermee. Nou, dan had er wat gebeurd hoor. Had een rolletje, was een partijtje vechten, was dat geworden. Maar ja, Martin had waarschijnlijk toch op een dag zijn knopen geteld. Zeg, nou ja, oké. Okay. Ja, het zei zo. Maar het zijn, ja, ik geloof dat de voorzitter net zei, het is een vat van goede bedoelingen, mm-hmm, wat volkomen uit de hand gelopen is. Dank. Zo, meneer Zwart. We naderen het einde van het openbaar verhoor. Als ik u zelf ook nog één vraag mag stellen. Was u nou uiteindelijk betrokken wel nog bij die verkoop die 30 miljoen opleverde? Nee, ik heb letterlijk in januari de biezen gepakt en ben niet meer teruggekeerd. Ik ben bij niets betrokken geweest. Niet bij het vertrek van Martin of wat dan ook. Nee. Punt. Prima, dan laat ik het daarbij. Ik dank u zeer en ik sluit deze vergadering. Dank u wel.